Ja. We zitten thuis en uh, dat is uh, even geleden. Ook dat zij hier zat. 14 maart 2021, nou het zal daarvoor zijn dan. Toen kwam hij online, aflevering 66, Christine Wijnen. En jij, uh, ik was het een beetje vergeten, want ik wist wel dat dat de reden was. Maar jij hielp me net nog even aan herinneren dat er toen ook een soort corona-afstand was, inderdaad. Ja. Goh. Toen zaten we ook zo'n uh, anderhalf meter uit de ja. Nee Nu nog steeds, nog. dat is niet persoonlijk, maar dat is gewoon handig. Um, nou, over corona gesproken, het is een hele slechte link dit, maar ik, uh, we gaan het hebben over de formule. Jouw nieuwe boek, ik heb hem als eerste mogen lezen, dit is je eerste soort van gesprek erover. Ja. Um, en jij schrijft over corona, of althans, over de gezondheidscoach, die heet Lou Corona. Uh, dit was een beetje in, nou ja, ik zou bijna zeggen een ander leven, maar dit was wel de eerste stapjes naar, nou ja, de, de coach zoals we je nu kennen. Dus wie, wie, wie is die man? Wat heb je daar geleerd? Wat, wat popt er bij je naar boven als ik zeg Louis Corona? Ja, dat was een hele bijzondere tijd inderdaad. En, en allereerst natuurlijk dank dat ik hier weer zit. Zeker. Um, nou ja, dank dat je er al zijn. Ik ja. moest nog even iets zeggen voordat oh, ik de vraag kan okay. beantwoorden ja, 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 ja. Want toen ik hier namelijk naar naartoe reed, ja. um, toen dacht ik, wow, in dat gesprek in 2021 zei jij ik zie jou de volgende keer. Zit jij hier met een boek? Heb ik het gezegd? Jij hebt lekker het gezegd. man. En ik dacht ineens: popte het op, en toen dacht ik, wat dacht ik toen? En toen dacht ik, ik denk dat ik dacht: nee, ik, ik weet het niet. Nee, dat nee, dat, nee, dat, nee, dat nee. gaat misschien echt nog heel lang duren. En um, nou zit ik hier. En Fet. ik wilde je allereerst bedanken. Om, uh, ja, dat, ik vind het een enorme eer dat ik hier weer mag zitten. En nu, ja. Met, nou, op een andere manier dan ja. een boek. Nou, ik, ik vind het een soort van eer dat ik ook blijkbaar het in het veld heb gezet. Maar goed, het is heel logisch dat je een boek ging schrijven. Maar het heeft wel, maar daar komen zo op, wel ja. wat voet in aardig had, begreep ik. Ja. Wat alleen maar mooi is voor mooie dingen, die, die, die kosten moeite. Um, maar goed, Lou. Ja, Lou. Lou Corona. Jij wilde daarover vragen, want dat staat inderdaad in, uh, in mijn inleiding van mijn boek. Ja. En dat is ook um, het begin van mijn reis geweest. Want... Eigenlijk was het in 2016 dat ik um, dat ik dacht ik ga er alles aan doen om mijn leven te veranderen. Nou, in mijn boeken kan je ook lees je ook waarom dat zo was en wat daar aan vooraf is gegaan. En ik keek heel veel YouTube filmpjes omdat me dat ja gaf mij inspiratie uh, ja, ja. en ik keek alleen maar uh, personal development ja, ja, ja. en en ik had um, op dat moment dat was ook een van de aanleidingen dat ik hiermee begon, maar Gezondheidsklachten, ja. lichamelijke klachten. Ja. En toen dacht ik: dit is iets wat ik ga aanpakken. Ik had toen, toen al mijn eerste vision board gemaakt uh, op Pinterest. Dat doe ik nog steeds, maar ik gebruik ook andere borden, de fysieke vision boards. Maar ik denk dat ik dat ergens had gelezen. En toen heb ik daar een, uh, een aantal foto's opgezet van een gezondere huid. En dat wilde ik zo graag, want ik had mega veel allergieën. Ik kon van de ene op de andere dag dat ik gewoon niet meer naar buiten kon. Uh, en Machtig mooi hè? hoe het werkt als ik eerlijk ja. ben. Want het is vreselijk natuurlijk, maar het komt altijd wel ergens vandaan en dan gaat het letterlijk dan gaat het, zich het uit uh, in uh... ergens naar voren. Ja. En um, op al die YouTube filmpjes kwam ik dus uit op ene Lou Corona en hij was um, raw food. Kans. Oh, oké. Okay. Uh, hardcore. Yeah. Dus alleen maar leven op juices, green juices, um, dus niets iets, uh, iets gekookt eten, nee. geen vlees, geen vis, geen, um, alleen maar rauwe groenten en plantaardige eiwitten. En um, maar hij vertelde, hij zag er zo vitaal uit en hij vertelde zo mooi. En het was ook half spiritueel, zeg maar. Het okay. was mijn eerste. Ja, Echte aanraking, zeg maar, met meer spirituele ontwikkeling. Hm. En ik vond hem er zo. Hij had iets bijzonders over zich heen, iets zo vitaals en zoiets liefs en zo iets tevredens, iets waarvan ik ook naar op zoek was. En um, ja, ik dacht: ik ga nu gewoon mijn gezondheid aanpakken. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven. Um, en dat vond ik, en vind ik nog steeds, heel veel geld. 10.000 euro van mijn spaargeld uh, genomen. En ik heb gewoon gezegd: ik fuck het, ik schrijf hem een brief. Want ik wist helemaal niet uh, of ik er doorheen zou komen. Dus ik, moest een, ik heb een hele brief geschreven. Ja, ja. Een soort application waarom ik, uh, waarom ik daar naartoe wilde. Waarom ik dat één op één uh, traject met hem wilde doen. En um, ik weet het nog heel goed. Ik reed van uh, Groningen naar Amsterdam. Ik werkte veel in Groningen. En ik werd gebeld door iemand uit Amerika. En ik dacht, ik dacht echt, holy shit. En um, wat bijzonder, weet je wel. Want ja. hij zat ontzettend vol. Dus ik voelde me echt soort van, um, ja, from the universe, weet yeah. je wel. Uh, picked from the universe of zo. So. 10.000 euro. Ik dacht, ja, weet je wat. Ik had nog nooit geld geïnvesteerd in mezelf. Of in mijn toekomst. Of qua persoonlijke ontwikkeling. En ik dacht, fuck it, ik ga dit gewoon doen. En ik ben er naartoe gegaan en ik heb heel veel geleerd over raw food. En ik heb dat ook zeer zeker nog uh, anderhalf jaar volgehouden. En uh, mijn huid klap, knapte ook echt op, dus ik kwam terug. En dat was voor het eerst in mijn leven dat mensen zeiden van... Wauw, weet je, je zit er straalt, niet uit. Uh, ja. Uh, ja. En uh, dat stralen kwam heel veel meer eigenlijk. Nog veel meer doordat ik zo geïnspireerd raakte. Yeah. Dat ik hem... Uh, hij vertelde mij allerlei dingen over van... Uh, ja, je kan... Uh, als je nou een um, intentieverklaring schrijft over jezelf. En die hang je op. Over hoe je leven wil zijn. En je gaat dat iedere dag lezen, dan word je dat vanzelf. En ik dacht echt, yo, dit, dit klinkt zo magisch. En ja, als je de, mijn traject van daarvoor kent, wat je gaat lezen in mijn boek, dan, dan, dan was dat echt heel erg hoopgevend. Het ja. was de eerste soort van ja, hoopgevende. Een ah, lichtpunt. Ja. En ik kwam thuis. En ik heb dat food anderhalf jaar volgehouden. Um, maar uiteindelijk was dat het beginpunt om me verder te verdiepen in energie, in frequenties, de ja. law of attraction. Ja. En zo, dat is het begin geweest van mijn journey. Vet. Ja. En heb je, heeft hij nu enig idee dat dit, uh, nou ja, dat je nu dit doet? Ik denk het niet. Nee, nee. moet je hem laten weten. Ja. Super vet. Ja. Want het is wel echt, echt een mooi begin. En ik vind het ook. Jij, jij noemt dat ook in die inleiding. En ik kreeg daar helemaal een soort mooie sparkling van, van: het leven hoort magisch te zijn. Ja. En dat vind ik een mooie. Ja, dat vind ik. Voor iedereen die nu luistert of kijkt, is dat gewoon echt even. Check dat bij jezelf. Dat is echt zo. En dat. dat nou goed, het, het, het Ja, groots mag het zijn, moet het zijn zelfs. Ja. En uiteindelijk, je hebt al heel veel dingen gezegd. En die, die ik en die ook in de formule lees. Waar ik heel blij mee ben, omdat het een, een wat frisser licht op manifesteren leert. Want kijk, jij zegt er net al, ach, het was een mooie soort teken van het universum dat jij door iemand van Team Corona gebeld werd. En dat is ook zo. Maar je hebt zelf wel een hele brief geschreven. Je hebt hem ja. opgezocht op internet. Je hebt filmpjes gekeken. Weet je, het is wel, je hebt wel actie ondernomen. En dat... Ademt dit boek ook? Manifesteren is niet een beetje zitten nadenken. En uh, nou, het komt wel tot je. Het is gewoon doen, leven, voelen. Ah, fijn. jij hebt de formule geschreven. Ja, we kunnen heel flauw. Kan ik nu de formule met mensen delen? En dan kunnen ze stoppen met luisteren. Tenminste, ja, zijn eigenlijk, wat, wat, is, wat is uiteindelijk de formule? Is, is het dat ene dingetje of zijn het de zes stappen? Wat, 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 wat zie jij als B de welke, formule? Wat bedoel jij met dat ene dingetje? Nou ja, je hebt gewoon letterlijk een formule erin staan. Dat is intentie plus emotie is aantrekking. Ja. ja. Dat is hem eigenlijk. Ja, in, in, Even een Dat is heel makkelijk. Nou, oké. Okay. Intentie plus emotie is aantrekking. Ja. En zo, dat is de essentie. En daar, daar, ja, wat ik daarmee bedoel is dat jouw gedachte in combinatie met een emotie maakt dat je een bepaalde gemoedstoestand, zeg maar, creëert. Een bepaald gevoel. En jouw gevoel bepaalt. Jouw punt van aantrekking. Dus ja. dat bepaalt eigenlijk wat je naar jou toe trekt. En dat punt van aantrekking kan je veranderen. En dat betekent dat je kan intunen en zelf bewust kan sturen welke kant je dat opstuurt. En was het maar zo simpel. En nee, daarom ja, ja. zijn er toch gelukkig zes stappen. Ja. Uh, <laughs> omdat, ja, Omdat het natuurlijk wel veel meer bij komt kijken, dan. Even alleen die korte formule, maar als ik hem terugbreng naar de basis... Dan is dat de formule, Is ja. dat hem. Ja. Ja. Maar inderdaad, je hebt er zes stappen van gemaakt. En laten we die, laten we gewoon, we zullen vast wel uh, omwegetjes maken... maar laten we gewoon beginnen met intentie. Wat de eerste van de zes stappen is. Um, een mooi ook weer, ik vind, ik, ben, ik vind het echt een mooi boek. Uh, heb ik helemaal niet gezegd, Christine. Ik heb er echt van genoten. En ook omdat ik... Nou, misschien dacht ik wel een klein beetje. Ik heb best wel wat uh, mensen hier aan tafel gehad over dit onderwerp. Wij hebben het er al eerder over gehad. Maar nou, het had ook gewoon een prima boek kunnen zijn voor, voor mensen die er. Uh, nou ja, voor mensen die het nieuw was. En dat is het ook zeker. En misschien zit ik zelf gewoon ook even in een soort fase waarvan ik niet wist dat ik in zat. Maar het heeft mij heel veel spirit gegeven over mijn toekomst. En mijn. Dus ik dacht van, oh, ik had, misschien had ik eigenlijk niet verwacht dat ik er nog heel veel dingen van zou leren. Uh, maar dat heb ik zeker gedaan. Dus bedankt. Wat fijn. Ja, voor wat je, wat je daarin gegeven hebt. Uh, pas als jij lacht, dan lacht het universum. Hè? Dus het is, het is een spiegel. Um, um, en dat is heel erg met die intentie. Ik dacht wel... Want uiteindelijk moet je altijd bedenken... waar komt het echt vandaan? Hè? Dus, dus toen ik ooit zelf uh, zoiets had van... ja, ik wil een sixpack. Ja, wat zat daar eigenlijk achter? Dat ik gewoon even gezond wilde leven. Of gezond wilde zijn eigenlijk. Maar is het niet altijd, ja, een beetje negatief gezegd, maar angst wat erachter ligt? Bang zijn voor iets? Mm, nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik, 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 dit weet ik niet. Het is, ja, misschien, maar ik denk dat een intentie komt voort uit een verlangen. Ja. Uh, ik denk dat daar alles mee begint. Ja. Um, dat dat de voortstuwende kracht is om te groeien en dat dat de basis is. Want er, er is, en, en een verlangen kan vanuit alles komen. Het ja. kan zijn van, ik heb uh, geldgebrek. Ja. Um, nee, maar groei is natuurlijk, daar zijn wij voor gemaakt. Dat ja, is, dat is, ik, ja, ik denk dat dat inherent is, zeg ja. maar. Maar ik denk, ik denk dat het heel erg gaat over, de, je kunt van van alles een intentie maken. En je kunt zeggen, ik heb een verlangen, een droom. Dus ik wil, weet ik, van mijn bedrijf laten groeien of mm -hmm. ik wil uh, zelfverzekerder worden of ik wil een betere spreker worden. Ja. Of, of je kijkt naar iets wat je niet hebt. Of ja. je kijkt naar iets wat niet goed gaat ja. in je leven. En dan kan je ook dat topic pakken en dat omzetten in een intentie. Ja. En ja, waar dat dan vandaan komt, of dat dan angstgedreven is, maar het is meer, denk ik. Uh, Iets willen bereiken. Ja, een en, primaire en denk, behoefte naar ja, groei en verlangen, ja, inderdaad. Ja. En iets jij. wilt verbeteren aan ja. jezelf en aan je leven. Um, dus even de bekende auto manifesteren. Ik vind het wel mooi hoe jij zoiets hebt van: op het moment dat je echt als jongen een droom hebt van uh, ik wil die Porsche, dan is het zuiver, want dan is dat gewoon van kind of aan, droom je ervan en is het echt, dat is wat anders dan. Ja, dan het echt alleen maar als een soort status dingetjes. Ja, dan dat is anders. Dat het heeft een andere intentie ligt ja. daarachter. Dan, um, dan is het status gedreven. En dat, dan, dan zou het uit angst kunnen komen. Ja. Dus dan zou, ja. Je, ja. dan zou je hem zo kunnen beredeneren van als ik dat niet heb, dan word ik niet gezien. Nee. Of dan word ik niet erkend, of dan doe ik niet mee. Of dan hoor ik niet ergens bij. En ik denk dat dat uh, altijd een heel mooi punt is om te onderzoeken bij jezelf. En natuurlijk is het wil je wel een beter leven voor jezelf creëren. En ik denk dat dat ook mag. Ja. Ik denk dat dat prima is. Ja. Um, maar ik denk wel dat, je, dat, het, dat het er vooral uiteindelijk om gaat. En dat lees je wat verder op in mijn boek. Dat het niet zozeer uiteindelijk draait om het accumuleren zeg maar, van spulletjes. Nee. Dat maar altijd, dat, dat het veel meer gaat over wie moet ik zijn om dat überhaupt te kunnen dat, dat ik dat teruggereflecteerd Ja, wie, krijg. wie wil ik zijn, ja. Want je manifesteert dus niet zo graag uh, de dingen wat je, heel, wat je wil of wat je verlangt. Verlangen creëert überhaupt niet. Um, um, het heeft een creatiekracht, maar het, het uiteindelijk trek je het daarmee niet naar je toe. Maar um, het gaat dus altijd er veel meer over wie moet ik zijn uh, van binnenuit. Ja, wie wil en ik hoe, zijn en wie, wie ben wie, ik? Wie, ja. Wat wil ik en ja. wie moet ik dan zijn? Wat is dan die identiteit die daarbij hoort? En dan volgt de verandering van buiten vanzelf. Ja. Nou, ik vind het mooi en eerlijk, en ik, dat heb ik nog niet aangedurfd. Uh, omdat jij echt dus vroeger, en misschien doe je het nog steeds, maar echt gewoon je gedachten opschrijft. Want ja, daar komen we, Dan ga ik eigenlijk al een stapje maken. Maar als je gewoon een beetje trackt wat je de hele dag denkt. Ja. Dat je dan dus nou ja, best wel uh, nou ja, heftig soms geconfronteerd wordt met. Hoe slecht je kan denken over dingen. Ja, ik vind het een waanzinnig krachtige oefening, ja. die ik eens in de zoveel tijd echt herhaal. Um, dat is een. Uh, daar kwam ik eigenlijk op, omdat ik um, het, het materiaal van Lynn McTaggart uh, bestudeerde en waarin zij. En ik heb ook een quote van haar mm -hmm. in mijn boek: waarin zij zegt dat een gedachte een, een, een concreet ding is. Ja. Dus het is niet iets. Een gedachte is niet, mensen denken vaak dat het in je hoofd blijft zitten, dat niemand dat ziet, nee, dat het, maar het, is, uh, dat ja. het een, geen impact heeft, maar um, gedachten hebben een impact op levende en niet levende dingen. En dat jij, daar waar jij het meest aan denkt, dus jouw meest dominante gedachte en je meest dominante gemoedstoestand, dat bepaalt wat je begint aan te trekken, om, omdat je op basis daarvan gaat handelen. Ja. En op basis daarvan je stapjes neemt en ja. je gedrag op gaat aanpassen of in lijn meebrengt, moet ik eigenlijk zeggen. En, en um, je hebt het dus niet door hoeveel uren van de dag, letterlijk hoeveel uur van de dag of hoeveel tijd of hoeveel minuten je van de dag met een bepaald topic in je hoofd bezig kan zijn. En dat kan positief zijn, hmm. maar het kan ook iets negatiefs zijn. Hmm. Het kan... En toen ik deze oefening deed, um, kwam ik erachter dat ik bepaalde gedachten had over mijn gezondheid, uh, dat ik uh, gedachten had um, over mijn relatie, dat ik gedachten had over de toekomst van mijn bedrijf. Ja. Helemaal in, in het begin nog. En ik denk dat mensen denken soms ook wel eens van: ja, ik doe een half uur meditatie of een visualisatie. En dan, heb, dan zit mijn werk erop. Yeah. Dan, dan, dan heb ik het gedaan, weet je wel. Dan I did my thing. En uh, nu kan het wel naar mij toe komen. Maar wat de meeste mensen niet doorhebben... is dat ze de overige 24 uur van de dag... Sorry, ja. 23 uur. Ja. Ja. Aan... Weer hun terug zijn in hun oude zelf, ja. en weer ze hetzelfde dachten als dat ze gisteren dachten dat ze twee uur van de dag of een uur van de dag aan allerlei niet relevante nee. of dingen denken die juist weer uh, een counter zijn en haak staan op jouw intentie. Het blijft een goed en, begin, alleen zorgen voor dat je, ja, dus dat het dat gaat de overhand hebt. Ja, ja, precies. Dus ja. het gaat erover dat je, ik zag altijd dat manifesteren, ik noem het tegenwoordig misschien wat liever bewuste creatie. Uh, dus het echt het focussen ja. van je, bewust focussen van gedachten en emoties uh, om een bepaalde uitkomst in je leven te creëren. Um, gaat er heel erg over van waar, gaan mijn aandacht, waar gaat mijn aandacht naartoe? En deze opdracht, door een week lang je journal bij te dragen en, en, en op te schrijven waarvan van dag tot dag of uur tot uur je gedachten naartoe gaan... zorgt ervoor dat je zoveel bewuster wordt... en dat je dus ook kunt gaan herkennen... Ja. van waar denk ik nou eigenlijk de hele tijd aan? Want aandacht creëert realiteit. Ja. Dus waar je aandacht constant naartoe gaat. Dat is wat je terug gaat zien in jouw werkelijkheid. En, um, en voor mijn hoe, hoe ik het nu na vijf jaar inmiddels... Dagelijks toepassen van deze materie? Wat ik zie, is dat 50%, misschien wel zo 60, 87 gaat over zelfreflectie. En over helen. Ja. En over um, kijken, dit is wat ik wil, maar hoe is mijn gedrag wel in lijn? Zijn mijn gedachten wel in lijn? Wat denk ik eigenlijk over mezelf? Ja. En Vind ik dat ik het waard ben. Dat brengt ons al. Eigenlijk glijden we zo en zo. Okay. Heeft het allemaal met elkaar te maken naar stap 2 van de zes stappen. Dus, maar ik wil nog heel even over ja. de intentie. In ieder geval de pillow met het aan mensen meegeven. Oké. Okay. Dat is gewoon top. Je schrijft het op. En alleen al, nou dat weten we allemaal wel. Als je iets opschrijft. Oeh, dan is het echt zo. Je kan soms bijna verbaasd zijn over hoe je, hè, wat je opschrijft. En dan leg je dat onder je kussen. En ja. dan droom je erover. Nou. Of dan... Ja, wat, een, wat interessant is aan voordat je gaat slapen, is dat de hersenen van nature melatonine gaan aanmaken. Mm -hmm. En dat maakt dat je slaperig wordt. Ja. En die ontspannen toestand is dus juist wat je wil. Want dat is wanneer je toegang krijgt tot je onderbewustzijn. En um, net voordat je gaat slapen, bepaalt hoe je. Be is het relevant wat je denkt net voordat je gaat slapen? Dus, ja. en als je überhaupt inderdaad, wat jij zegt, je intentie opschrijft, dan maak je het fysiek. Ja. Dus het wordt al echter. Uh, je haalt het uit je hoofd en het staat op papier. En, uh, en ik denk, het tweede punt, is het zo relevant om dat te doen? Omdat je dus net voordat je gaat slapen, kom je net in die, in die, in die window ja. dat je uh, ja, dat je gaat ontspannen. En dat het dus heel belangrijk is met wat voor een imprint uh, jij gaat slapen. Ja. Ja. Nee, het is heerlijk, want het is een wereld van verschil. En ik denk. Nou ja, ik hoop eigenlijk niet heel veel luisteraars meer tegenwoordig. In ieder geval die Koekroe luisteren. Maar hoeveel mensen gaan niet met zorgen in slaap vallen? Oh ja, ik moet niet vergeten dit. Ik moet nog ja. dat. En dat gaat dan vervolgens de hele nacht uh, doorzudderen. En uh, nou goed. Ja, de hersenen houden echt van sprookjes ja. voordat je gaat Lekker. slapen. Ja, en, jongen. En vertel je liever, weet je, het, het sprookje van, uh, van het eindresultaat ja. van wat jij wil. Um, word je ook okay. wel teruggezien in je realiteit? Dit is, uh, dit is er eentje daar die, die is heel persoonlijk, maar ik hou. Nou. Kijk, vroeger, dit doet me namelijk heel erg denken aan vroeger, ging ik letterlijk fantaseren, noemde ik het. Over de radio. Hè? En ik heb dit verhaal misschien net iets te vaak verteld. Maar ja, het blijft gewoon mooi. Eh, als het gaat over bewuste creatie. Ik ging nadenken over hoe, hoe Jeroen van Inkel tegen mij zei: Hey Giel, hier heb je die band. En zo ging ik elke avond eigenlijk. Ging ik daarover fantaseren. En ik ging een studio bedenken. En dat eh, was, was top. En daarmee heb ik heel concreet dat ook bereikt bij de radio. En dat is top. Alleen ik merk nu, en dat had ik ook heel erg gedurende je boek, dat het nu, nu zijn mijn doelen misschien wel een beetje te vaag, weet je wel. Want ja, dan ga ik best wel een beetje nadenken over hè, hoe Josephine tegen mij praat, wat natuurlijk een belangrijk iets is nu in mijn leven. Maar ja, ik weet niet echt goed hoe, ik eruit, hoe ze eruit ziet. Nou, dat kan ik nog wel een beetje soort fantaseren. Maar het is niet, ja, een goede vader zijn is iets heel anders dan... De ochtendshow bij een radiostation. Ja, dat snap ik. Dus, dus hoe. En ik. ja, ja is, het, is het beter als het concreter is of hoe zie je dat? Ik denk dat het vooral belangrijk is het gevoel wat ja. je creëert. En want er zijn ook mensen die misschien niet goed kunnen visualiseren, dat hoor ik ook wel regelmatig. Mm -hmm. um, en ik, ik denk dat het veel meer een, een, een vibe is, een ambiance, een mood. Een, ja gevoel, ja. maar ja, ik visualiseren helpt wel heel erg om heel concreet te maken. Om de hersenen uh, die werken op basis van neuroplasticiteit en je maakt een lange termijn herinnering aan door een gedachte te koppelen aan een emotie mm -hmm. en die wil je creëren nog voordat je iets manifesteert. Um, nou, waarom is dat zo? Omdat je in dit moment die frequentie wil uitzenden. Van de toekomst, van het eindresultaat. En niet morgen, en niet over een maand, maar nu. Ja. En um, het helpt. Hoe specifieker je dat voor je kan zien, hoe makkelijker het is om te voelen hoe het is. Ja. We gaan het daar zo nog over ja. hebben, want dan zijn we alweer bij stap drie. Dus... Eerst nog heel even. Hoe belangrijk vind jij het? Of vond jij het? Of vind jij het? Uh, met de wetenschap in de hand. Ik, ik vraag dit omdat. Ik merk dat ik zelf aan de ene kant ja, ben ik er ook wat bewuster mee bezig. En tegelijkertijd, kijk, bijvoorbeeld als ik nog even bij intentie blijf, dan kom jij met een mooi uh, onderzoek van een zekere meneer Tiller, die op basis van intentie... Um... Ja, dat nou is ja. de emeritus hoogleraar van uh, Stanford University. En wat hij heeft gedaan is dat hij met een intentional. Dan moet ik het zelf altijd even goed daarin, Intentional, intentional imprinted, elec imprinted, imprinted electronic device. Electronic device. Ja. Um, dat, is, uh, dat kan je ook vinden op zijn website overigens. Um, waar hij de uh, science of intention uh, doet. Dus hij kijkt inderdaad, hij onderzoekt. De kracht ja. van intentie. En wat hij heeft gedaan, en daarom vind ik uh, wetenschap wel interessant en experimenten heel erg interessant, omdat ze het heel tastbaar maken uh, en meetbaar maken wat er eigenlijk gebeurt. Um, en wat hij heeft gedaan is dat hij vier ervaren uh, meditators, dus mensen die goed in ontspanning kunnen komen en dan kunnen een intentie kunnen zetten en hun aandacht erop kunnen houden voor 15 minuten lang. Um, heeft hij bepaalde intenties laten zetten in de ruimte met dat device. Ja. En dat hebben ze ingepakt in folie. Dat hebben ze 2000 mijl meegenomen um, naar een ander lab in Amerika. En daar is het uitgepakt. En de intentie uh, die dus werd gegeven door middel van meditatie, was daadwerkelijk dat um, uh, de groei van de larven van fruitvliegjes met daardoor, met 15% ging stijgen. Maar ook de pH-waarde van water. Ja. Um, een, een notch. Uh, om je, weet het, je weet het onderzoek goed uit je hoofd, ja. Wat, maar, kijk. Ja. Kijk, als je dit dan gaat googelen, daarom vind ik dit altijd... in. ik snap het... en mensen vinden het fijn. Als je dit gaat googelen, haalt iedereen deze meneer onderuit... met dat het allemaal niet wetenschappelijk is... dat het niet voldoet aan... weet ik veel wat voor een eisen. Dus daarom... Ja, en om eerlijk te zijn, voor mij ja, is het niet zo van belang. Alleen ik merk dat op het moment dat er wel met wetenschap geschermd wordt, dan zijn het heel vaak, en ja, toch ook in dit geval, eh, onderzoeken die door heel veel andere wetenschappers weg eh, dat het onzin is. Of in ieder geval dat het niet voldoet aan allerlei eisen, zoals officiële wetenschappelijke onderzoeken gedaan moeten worden. Ja. Ik denk dat er steeds meer experimenten komen. Um, en ik en, en denk dat we er zo nog op komen. Dus dat er ook bepaalde theorieën zijn, zoals de parallelle realiteitentheorie. Mm -hmm. In het Engels de Many Worlds Theory. Um, ja, wat eigenlijk een beetje een cult ook is binnen het manifesteren. Want ja, ik kijk, dit. Maar waarom yeah, vind je het belangrijk? Dat is theorie. eigenlijk mijn vraag. Um, het, het heeft mij in mijn ontwikkeling, en ik denk dat daar de formule ook echt is op gebaseerd, hoe het mij heeft geholpen. Zo, daar, op die manier probeer ik anderen ja, ja, ja. ook mee te helpen. Dus en... Het is toch een soort stukje hou van. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, daarom, daarom begin ik erover. Ja. Heel veel mensen die hier niet in geloven, die zullen dus zeggen, ja, maar de onderzoek klopt helemaal niet. Ja, en uh, ja. Ik weet niet of het, of het meer mensen. Ja, ik vind het waanzinnig interessant. Ja. En. en... Nee, je hebt natuurlijk ook veel met Joe Dispenza gedaan. Die daar ja, ook, daar ik vind het, ja, ik vind het echt interessant. En het, het heeft mij, um, vooral de neurowetenschap. Ja. Ik heb een neurowetenschap en de kwantumfysica, dus de parallele realiteitentheorie, die ik hierin uh, beschrijf. Die hebben mij gewoon heel erg geholpen om te snappen dat het verhaal wat ik mezelf vertel, dat op basis van neuroplasticiteit, dat dat ook. Dat de hele supersterke neurale ja. massa's aan neurale paden worden in je hersenen. En, um, maar vooral op basis van neuroplasticiteit dat we in staat zijn om een nieuw verhaal te kunnen overschrijven. En dat we de overtuigingen kunnen herschrijven. En dat bijvoorbeeld zo technieken, populaire technieken als vision boards, ja. um, um, kun je allemaal uitleggen aan de hand van um, Principes uit de neurowetenschap. Ja. He, nee, waar, het is wel op, lekker op, op, dat je op, snapt hoe de tools werken. Ja, ik snap het ook op, wel. Op, op ik vond het ook le lekker om te lezen. En ik, ik vind het fijn, want ik snap veel beter wat ik doe ja. en waarom ik iets doe, gedurende een meditatie of een visualisatie. Ik snap beter waarom ik een visualisatie doe. Ik, want ja. ik weet dat ik dan mijn uh, neurale pa paden aan het overschrijven en herschrijven ben. Lekker. Transformeer je blokkades. Dit is. Wel een heel essentiële stap in de zes stappen. Want, nou ja, met die blokkades kan je heel erg mooi allerlei dingen gaan bedenken, en verlangen, en wensen, en voorstellen. Maar als je het, ja, als het, ja met die blokkade gaat het niet gebeuren. En jouw quote, die ik niet helemaal begrijp, is: Je kunt niet iets loslaten wat je zelf niet kunt zien. Ah oh, ja, ik snap hem wel. Eigenlijk. Ja, ik snap hem wel. Maar leg hem maar, maar zo, ja. Je kunt niet iets loslaten wat je zelf niet kunt zien. Dus pas als je je realiseert dat je nou ja, een bepaalde beperking, beperkende, belemmerende overtuiging hebt, pas dan kan je hem loslaten. Ja, en, en de reden is omdat we voor 95% opereren vanuit programmering. Onderbewustzijn, ja. 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 En op automatische piloot ja. staan ja. en op de autopilot. En, en um, ja, vervolgens ja, ja, ja. handelen vanuit, vanuit dingen die je, dus niet, die je dus van jezelf niet kunt zien, de, die onbewust zijn voor ja, jezelf. Ja, ja, en ja, ja. Um, bewuste creatie gaat erover dat je um, jezelf in, in harmonie gaat brengen uh, en je overtuigingen in lijn gaat brengen met hetgeen wat je wel wil. En. Maar om dat te kunnen doen, moet je eerst zien wat je moet overkomen. En um, daarom is stap één kijken van wat is mijn intentie? En dan is stap twee ja. kijken. Uh, en onderzoeken en zelfreflectie van wat, wat, wat geloof ik hier eigenlijk over? Ja. Geloof ik dat ik het kan? Geloof ik dat ik het niet kan? Wat geloof ik? Wat zijn mijn, wat is mijn perspectief daarover? Vind ik het mezelf waard? Nee, het is echt... zijn maar gedachten? Precies, wat dan... zijn de overtuigingen worden dagelijkse gedachten? Gedachten ja. worden omgezet in woorden, ja. woorden omge... worden omgezet in beslissingen en acties. Acties worden naar herhaling gewoonte. Hè? Dan zijn het dus, hè? dan zit het in dat onderbewustzijn. En dat leidt uiteindelijk tot eindresultaten in je leven. Ja, dat Bam. is hoe het gaat. Ja. Maar ja, je, je kan, je er de, de, de valt weinig los te laten en weinig te transformeren als je niet zelf gaat onderzoeken wat, uh, wat welke patronen er in ja. de weg staan, want er zit per definitie een gat tussen de trilling die je nu uitzendt en tussen hetgeen wat je wil en wat er tussenin zit is het hele spectrum aan gedachten, overtuigingen, emoties, gedrag, hele persoonlijkheid. Ja. En jij noemde net al de term neurale paden. Je schrijft dat heel mooi over de verf op je huis. Dan moeten mensen maar lezen, maar dat vind ik top. Hoe, wat denk jij? Blijven die paden altijd wel een beetje? Hoe, nou ja, hoe ervaar je dat zelf? Als je gewoon eventjes kijkt ja. naar de Christine voor, een, zeg maar, een jaar voordat je naar Loe Corona ging, gewoon, uh, nou ja, ongelukkig, zeg maar, heel hard. Ja, nou kijk, wel een thema wat bij mij um, al heel lang speelt in mijn leven, is, is onzekerheid. Heeft mm -hmm. eigenlijk bij mij altijd door de boventoon uh, gevoerd. Minderwaardigheid, spreekangst. Um, Vinden mensen natuurlijk bijna grappig om nu te horen hè? in hoe jij. Ja, nou jij ja, bent ik, denk en wat je, je... ik denk dat je het nog steeds wel een beetje uh, kan zien, soort nou, van. Maar... Nee, totaal niet. Um, dus dat nou ja, en hiermee zeg je het eigenlijk al: dit zit er toch nog een beetje. Uh, de... Ja, ik, kijk, ik heb het al niet meer. Um, het is totaal niet meer vergelijkbaar nee. met hoe het was. Um, maar ik, ik, zal, ik, ik merk wel dat heel af en toe merk ik weer dat ik daar heel kort even in kan, kan komen. Um, maar dan moet er echt een, een, of, ja, een, ja. een goede trigger voor zijn. En, maar in principe um, heb ik wel heel veel van deze dingen herschreven. Ja. Ja. En is mijn, mijn leven daardoor ook ja, echt radicaal op iedere centimeter veranderd. Omdat ik, omdat ik iemand anders ben geworden. Ja. Ja. Nee, de meest krachtige van, 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 dit, van deze stap. vind ik dus inderdaad wel. verander je gedachten. en je realiteit verandert. Ja. Ja, maar het, het, gaat, het, het gaat in die in, in stap twee. Uh, ja, gaat het nog een, wel een stuk verder. Hè? Ik bedoel, als je. je wil de, de, de koe bij de horens vatten. Mm -hmm. Want je wil onderzoeken en je kan. Uh, super dankbaar zijn voor wat er opkomt eigenlijk. Want als er niet iets is om te overkomen... dan nee, ga nee, je nee, ook precies. die doelen niet bereiken. Dus, en dat is, dat vind en ik, ik denk dat dat de essentie is van, ja. van stap 2. Ja. En, 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 Stop het ook niet weg, maar uh, jij zegt maar, uh, ja, ge, gebruik het. Nee, je moet het naar het bewuste brengen. Je moet vanuit ja. het onbewuste naar het bewuste gaan brengen. En pas dan als je het kan zien... Dan, uh, ja. dan kan je het erkennen. En dan kan je zeggen. Hé, hey, hallo, ben jij er ook? Ja. Weet je wel, ik, ik had, toen ik begon, hiermee, of eigenlijk mijn eerste uh, practice die ik voor mezelf aan het inrichten was, um, kwam ik erachter dat ik een heel verhaal over mezelf had uh, mezelf had aangepraat. Mm -hmm. En wat ik tien jaar lang had herhaald. En pas toen ik het op ging schrijven, was het net alsof. Ik al meteen zei: ah, oké. Okay. Het was eigenlijk, bewijzen van spreken, al bijna getransformeerd op het moment dat ik het had opgeschreven. Omdat je al dacht: maar zo wil ik helemaal niet. Dit ben ik helemaal nee, niet. Dit wil ik helemaal niet geloven. Ja. En ik ben daarna maandenlang wel verdrietig geweest over dat ik zo jarenlang mezelf nou. uh, ja, klein heb gehouden, eigenlijk. En in, in de ban hield. maar ik was gevangen in, letterlijk in mijn eigen verhaal. En, ja. en dat heeft mij heel veel verdriet gedaan. Maar het is zo moeilijk, omdat het echt gewoon vaak, ja, is het je waarheid, zijn het je gedachten? En dat vind ik, kijk, jij schrijft bijvoorbeeld, het leven dat je nu hebt is een perfecte weerspiegeling van al jouw overtuigingen. Je hoeft maar naar je bankrekening te kijken, het huis waar je woont of de vrienden die je wel of niet hebt. Jouw werkelijkheid vertelt jou altijd de waarheid. Maar, en ik snap echt wel wat je bedoelt, tegelijkertijd denk ik, ja maar dit vind ik dus de grap, juist met bijvoorbeeld multimiljonairs, met heel veel soort van vrienden, die ja, nog steeds het te weinig vinden. En die zitten op hun bankrekening te kijken, zien daar een biljoen staan, maar ja, Shaki heeft twee biljoen, en dus daar zit gewoon een soort minderwaardigheidscomplex, en dus is, ja, zien zij dat heel anders. Dan nog is het wel een afspiegeling van je overtuigingen. Alleen. Ja, het voelt gewoon zo gek. Want je denkt toch, ja, er staat een miljoen op je bank. Alleen voor diegene is dat niks. Of is het niet genoeg, laat ik het zo zeggen. Nee, oké. Okay. Maar hij heeft. Het gaat hier. Het punt is natuurlijk dat. Um, wat ik hier eigenlijk wil maken. Is dat het erover gaat. Dat. De mensen waar jij het over hebt. wel een sterke overtuiging hebben. dat ze dat kunnen hebben. Ja, ja. En dat ze dat waard zijn. En dat ze. Kijk, ja. ik, ik hoorde ooit een keer iemand zeggen, en dat vond ik zo'n raak voorbeeld, dat Trump, die had geen miljonair, die zijn, zijn thermometer is niet afgesteld op nee, nee. het zijn van een miljonair. Hij is zijn thermometer is afgesteld op being big. En, 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 en dat is denk ik ook waar, waar ik naartoe wil in uh, waar staat jouw thermometer op afgesteld? En, en die thermometer wordt bepaald door wat je gelooft. Dat je kan hebben. Want ja. je kan alleen maar krijgen wat jij denkt. En wat je gelooft dat je waard bent om te ontvangen. Ja. En, en dat is natuurlijk meer het, 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 het waar dit over gaat. Waar dit punt over gaat. Mm -hmm. Ja. En je zegt het al, en dat wordt natuurlijk vaak gezegd en uh, 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 ja, je, je, ja, je manifesteert of je creëert. Uh, altijd dus, nou ja, daar hebben we het eerder over gehad, ook met intentie. Wat, wat, ja, wat je, ja, wat je denkt. Dus, oftewel, als je heel erg veel uh, ja, blokkerende gedachten hebt, dan is dat wat je krijgt. Ja, zeker. Dus als jij, um, als jij um, uh, gevangen zit in bepaalde gedachtenlussen, mm -hmm. loops. Van ik ben niet goed genoeg. Of um, zal je zien dat ik hè, dat doemdenken? Dat, dat herken ik. Dat was ik vroeger. Ik was heel negatief. Ik was een, een absolute doemdenker in doemsendarious. Um, ik geloofde niet dat een bepaalde werkelijkheid voor mij um, er zou zijn. En kijk nu waar ik nu zit. Ja. En dat had ik, als je mij dat had gevraagd nooit. Toen, nee, nooit. Zo pessimistisch. En ik, klaagde, ik was ja. afgunstig, ja. Uh, jaloers. Uh, um, een totaal ander iemand. En wat je ziet in, in ook een tabel die ik heb opgenomen: dat is de bewustzijnstabel ja. van uh, de Map of Consciousness van uh, Sir David Hawkins. Uh, een prachtige theorie uh, van hem. Um, en, en daarin, wat hij, wat hij heeft gedaan, is dat hij heeft laten zien dat bepaalde gedachten. Een, een dominante gemoedstoestand, dus een gevoel. Uh, daar hoort een bepaalde trilling bij. Dus ja. dat, die is meetbaar. Dus mensen die bepaalde clusters van gedachten hebben over schaarste, uh, altijd klagen, altijd roddelen, altijd negatief, schaamte. Uh, wat, wat hij heeft onderzocht, is dat je dan op een 200 hertz ongeveer resoneert. Ja. En dat is een bewustzijnsniveau. Dus dat een bewustzijnsniveau zijn clusters van, van overtuigingen en gedachten en emoties. En dat zodra jij jouw mindset, en dat is wat ik bij mezelf heb gezien over de afgelopen jaren, dat als jij traint om jezelf door middel van neuroplasticiteit aandacht te geven, waar, waar denk ik aan? Hoe denk ik? Hoe zou iemand denken? Zoals ik zou willen zijn. Wat zou. Wat zou. Ja. Wat voor overtuigingen zou hij of zij hebben, eigenlijk? Dan. Um, begin je vanzelf op die schaal. hoger ja. uh, te klimmen. in, in je hersens letterlijk. In je frequentie. In de frequentie, precies. En. en dat maakt. hoe hoger je komt. Kom je in een ander op een ander bewustzijnsniveau. Wat andere dingen aantrekt. Ja. En als je dus. Daarom vind ik het zo interessant om die schaal de, te gebruiken. En, en om te kijken van waar zit ik nou op die schaal. En dat als je dus klimt in je mindset en in jouw gemoedstoestand, dan word je vanzelf een magnetisch persoon. Ja. Dan ja. komen de dingen vanzelf. dan begin je vanzelf dingen aan te trekken. En dat is ook waarom ik zeg: het leven behoort magisch te zijn. En het kan. Ja, je bent er toen in staan. Nee, maar dit, je dit bent er toe in staat. is zo mooi. Uh, en dat geeft ook aan, kijk, er zullen best mensen denken, ja, het is makkelijk lullen, want ik voel me nu helemaal slecht. En, en uh, de momenten waar jij nu aan refereert dat je pessimistisch was en roddeld en weet ik veel wat. Ja, in eerste instantie was je er natuurlijk niet van bewust. Dat was nee, gewoon nee. wie jij nou eenmaal was. En dit was gewoon... Uh, dat ja, was ik. Dat was jij. Ik zat in mijn programma. Dat is precies. In mijn conditionering. En in de eerste instantie is het vooral dus... He, als we het nog even hebben over transformeer je blokkades, dat je daar bewust van bent. En dan kom je bij drie. Creëer je een nieuwe identiteit. Zodat je, nou ja, in ieder geval op zijn minst een bepaald gedeelte van die dag dat bent. En, en, en dat ga je dan een beetje trainen om uiteindelijk ook echt. Als een constante te, te maken. Zijn. Ja. ja, om en te zijn. Gewoon echt om te zijn. Ja. En, en dit je moet het zijn. Ja, je moet het. En, en als je dat echt voelt, tot in de vezels, ja. Ik, ik heb het dus gewoon de hele tijd, daarom vind ik het gewoon zo'n leuk momentum in mijn leven dat ik hier nu zo met jou zit te praten. Vanuit de radio uh, is het dit allemaal uh, natuurlijk gegaan. En vind ik het gewoon leuk, ook best wel om de techniek, uh, slechts wetenschap, maar gewoon om het te lezen van, oh ja, 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 zo deed ik dat. En dat, ja, dat, dat, dat was gewoon zo. En nu zijn mijn rollen als baasje van een radiostation en, nou niet baasje, maar als... Gezin, gezin. Ja, nee, nee, nee. Een baas inderdaad van een radioseizoen, Bam, laat ik dat ook gewoon benoemen. Want dat is precies, nou, het is mooi dat je het zo zegt. Daar zit alweer een soort beperking in. Maar ik wilde zeggen, en als gezinshoofd, die, die zijn wat vager dan ik wil een ochtendprogramma. Zoals destijds. Uh, maar het is, nou ja, ik wil even naar mind mapping. Dat vind ik een hele goede. En dat is echt, dan ben je diegene al. Omdat je gewoon creëert in je hoofd. Wat zou diegene die ik graag wil zijn, wat zou die doen? Wat zou die kijken? Hoe ruikt die? Uh, toch? Ja, hoe loopt die? Hoe, hoe loopt je? die? Ja. Hoe, hoe, wat, heb, wat heb je aan? Wat ja. zijn je routines? Wat, uh, wat voor uh, afspraken zou hij of zij in haar agenda hebben? Waar ga je eten? Waar ga je, Ja, precies. Waar, wel, welke restaurants ga je naar? Ja. Welke, um, kijk, als je um, in essentie is alles energie. De plekken waar je naartoe gaat. McDonald's heeft een ander bewustzijnsniveau... dan een... Uh, dan een uh, raw food. Ja, 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 ja. <laughs> He, dat, is, dat is logisch... als ja. ik ze zo naast elkaar zet. Dus waar zou... en, en maar ik denk... Uh, het allerbelangrijkste van uh, stap drie... is dat jouw persoonlijkheid... jouw realiteit creëert. Ja. En dat betekent... dat als je iets anders wil... dat je moet gaan nadenken over... welke identiteit ik eigenlijk moet hebben. En... Ik denk dat, um, dat we allemaal wel weten dat we heel veel identiteiten aannemen. En dat we zeggen, ik ben dit. Maar hè, we zijn, ik ben gaan, stu ben gaan studeren, ik. en dan word ik econoom, en dan heb ik goede uitzichten op, op goede. Dus mm. dat, dat is hoe het gaat. En een, een, een dokter is een identiteit met een bepaalde realiteit, die die dus automatisch creëert. Dus, um, maar als jij het concept over jezelf verandert, jouw zelfbeeld, want we hebben allemaal een beeld over onszelf, ja. een aangenomen zelfbeeld, een ontwikkeld zelfbeeld. En dat zelfbeeld kun je veranderen. En als je dus jouw zelfbeeld verandert, verandert ook je realiteit. En die mindmapping tool die in de, in de formule zit, is een geweldige opdracht uh, om daar heel goed over na te gaan denken. En om concreet te worden ja. in wat voor routines zou hij, hij of ja. zij hebben. Hoe zou... Ja, het is gewoon zo grappig. Het is echt leuk om te doen. Omdat, ja, het is, het is echt een soort mindfuck. Omdat je ergens, als je dit een dag doet, dan lijkt het alsof je acteert in je eigen film. Maar heel eerlijk, dat is ook gewoon wat het leven is. Ja, je bent de filmster van je eigen film. Ja, dus, dus het is dan helemaal niet nep. En dan denk je dus inderdaad, nou ja, laat ik even in mijn geval door blijven filosoferen over het baasje en, 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 en de vader. Ja. Die doet leuk tegen mensen en die is spontaan en bla bla bla. Ja, dus dat ga je zo doen. En zo wil je ook zijn. En dat ben je dan dus ook. En uh, nou ja. Ja, als je dat, als je dat vaak genoeg oefent ja. en herhaalt, dan, dan ben je het uiteindelijk. Want dit is er eentje, nou die vond ik eerst lastig. Dat ik dacht, ja, maar zo werkt het toch niet. Maar ergens anders is dat verlangen er ook niet. Alles waarnaar je verlangt, ben je nu al. Ja. Ja, die heeft misschien wat meer uitleg nodig. Ja, en dit, ja. Het, ja. Maar ik wil hem heel graag uitleggen. Oké. Okay. Want waar um, het althans, als je hem gewoon zo stelt. Ik ja. denk dat als je het boek leest, dan snap je het. Maar waar, waar, wat ik in ieder geval ook bij mezelf heb ontdekt, is dat de versie van mij die hier vandaag zit. was ik tien jaar geleden ook al. Die was ik vijf jaar geleden ook al. Um, het zat erin. Natuurlijk. Ja. Ik deed alleen niet zo. Nee. Ik dacht niet zo, ik, ik kleedde me niet zo, ik praatte niet zo, ik liep niet zo, ik ademde nee. niet zo, ik zat niet zo in de auto, ik, um, ik ging niet zo met mensen om. Um, dat, maar het zat erin, ja. natuurlijk. Dus alles waar, 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 jij, waar jij naar verlangt, dat zit in jou. Het feit dat je het verlangt, betekent dus dat je het bent. Het feit dat je er naar verlangt, betekent dat het een mogelijkheid is in ja. jouw realiteit. En dat betekent ook dat het is, is een doorkijkje eigenlijk van een parallele realiteit, een werkelijkheid die al bestaat, wat in potentie, maar die nu al bestaat, mm -hmm. en, en um, die je gradueel kunt gaan worden en gaan zijn door bewust je gedachten te conditioneren en te moduleren en je bewustzijn aan te passen en je gedrag en je routines en de identiteit. Ja te gaan zijn. En daarom zeg ik ja, alles, alles wat jij wil, dat zit al in jou. Alles wanneer je verlangt dat dat heb je al. Het is alleen maar een kwestie van het voelen in je hart ja. dat het echt zo is en dat je erin begint te geloven. Nou ja, en dus dat wil ik dan nog wel even benadrukken, toch nog eventjes terug gaat naar de essentie van wat je dan verlangt hè? want op het moment dat dat toch een beetje nou ja, uh, ja, heel erg vanuit schaarste gedacht is en en vanuit angst en 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 ja, nogmaals, ik zei eerder: ja, komt het niet allemaal vanuit angst? Ergens had ik ook kunnen zeggen: komt het niet allemaal vanuit liefde? En natuurlijk wil je groeien. Um, maar dat, dan vraag ik me af hoe je dat ziet. Ik vind het mooi dat jij al een paar keer eigenlijk manifesteren hebt vervangen nu voor bewuste creatie. Een term die ik heel erg ken van, van de Cursus in Wonderen en Willem Glaudemans. En dan worden het echt een soort natuurwetten. Maar wat daarin uh, altijd wel naar voren komt. Is dat het vooral goed is en werkt op het moment is dat het goed is voor de wereld? Daar heb jij het niet echt over, maar hoe zie je dat? Snap je wat ik bedoel? Ja, natuurlijk. Ik denk, um, nou, dat is, dat is mij ook bekend en ik, ik, um, ja, ik onderschrijf dat ook. Uh, en zo zie ik dat ook. Maar ik denk dat het pad om, om hiermee te beginnen, hoeft niet altijd per se vanuit zoiets te komen. Het nee. kan ook gewoon. Gewoon zijn, omdat je. Omdat verlangt je het voor naar jezelf. Iets. Ja, nee, ja omdat je verlangt naar een ja. beter leven ja. voor jezelf. En, ja. En ik denk hoe meer jij um, je hiermee bezig gaat houden. Dat je gaat zien dat hoe meer jij, hoe groter jouw bijdrage is. Hoe meer je kunt gaan ontvangen. En hoe meer, hoe groter. Hoe groter de waarde is eigenlijk. Van wat je bijdraagt. Ja, hoe meer je gaat terug ontvangen. Ja. Dus ja, dat is meer hoe ik dat zie. Ik zat er dus echt aan te denken, maar ik vond het een beetje geforceerd, maar ik ben hier gewoon mee bezig. Ik heb je boek recent gelezen. Het is net uit. Ik dacht, ja, zal ik in pak te gaan zitten? In? In pak. Oh, ja, dat had, dat had ik. Dat, ik vind het zo grappig dat je hierover dat je ja? dat zegt. Omdat dit wild, zag ik dus vanmiddag. Nee. Ja. Had ik het toch moeten doen. Ja, ik zag dit. Ik zag dit voor mij en ik dacht. Giel, hoe ik jou zie, jij hebt een bepaald. Shit, jongen, het hangt, het ja, hangt helemaal het hangt, klaar in mijn kast. Ja, het, en ik heb het gezien vanmiddag. Damn. Ik heb ik over na. Dus we heb, ik heb zeker ingetuned op jou en jij op mij. Ik dacht: het beeld wat ik altijd bij jou, waar ik jou mee identificeer, en jij jezelf ook mee identificeer, is de kleur roze. Ja, en t-shirts en een ja. bepaald ja. type ja. truien en dingen. En ja. als ik nou een giel hier voor me zou hebben, en ja. een wit overhemd, ja. en, een, en een blazer of whatever. weet ja. je... Dan uh, zou jij een andere identiteit al aannemen. En dat beschrijf ik natuurlijk ook in, um, in stap 5 van, ja. het, van, van ja. de formule. Wat het heel praktisch maakt en hoe je het heel praktisch kunt maken voor jezelf, is dat, en dat begin je hoe langer je hiermee bezig bent, ga je echt zo goed snappen dat alles een, iets uitstraalt of een onbewust een boodschap uitzendt. Ofwel naar jouw eigen onderbewustzijn of naar nou, de ander. En dat is gewoon altijd. En, en daarom vind ik het leuk. Hè? Je kan heel erg denken. Eh, kleding, wat, 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 ja. wat, wat ordinair of ja. wat dan ook. Maar ja. het is absoluut. Nee, het is een tool. Ja. En, het is, kijk... en je, 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 je gebruikt hem hoe dan ook. Sterker nog, als je als je, als het je niks uitmaakt, is dat ook iets. Dus dan geef je daar ook iets mee aan. Altijd ligt. Het communiceert altijd ja. een intentie. Ja. En... Um, het is een van mijn favoriete tools, ook zeker afgelopen jaar geweest, die ik heb gebruikt en die voor hele snelle transformatie heeft gezorgd. Omdat hoe iemand naar mij kijkt, of hoe ik naar jou kijk, communiceert weer een boodschap naar jou. Ja. En dat voel je onbewust en verstevigt weer jouw zelfbeeld en kaats weer terug op mij. Ja. En zo kom je in een cirkel. Maar door alleen al. Um, ik heb nagedacht over wat ik aan zou doen vandaag. Ja, je kan het mooi vinden of je kan het niet mooi vinden. Maar het materiaal van wat ik draag communiceert Voor de iets. mensen die uh, luisteren en niet kijken. Ik zal ja. even een soort kledingomschrijving uh, doen. Het, het zijn uh, kittige, puntige laarsjes. Met daarbij een strakke, mooie jeans. En daar gaat het om, dat is wat de mensen ook met beeld wel zien. Een cashmere, denk ik. Ja. Want daar heb je het ook nog specifiek ja, over in ja, je boek. Een, ja. een goede stof... Ja. F, f, noem je dat vest? Ik weet ja. het niet. Ja. ja en Mooie en... oorbellen. Dus het is. Ja, nee, het is gewoon. Het is anders dan uh, in 2021. Ja. Absoluut. Ja, dat, ja, dat geloof ik. Oké. Okay. Nou, We ik kunnen het echt... door erop na. Dan, 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 maar ik vrees dat ik hier nog steeds wel hetzelfde zit. Dat vind ik echt een uh, bloody shame voor mezelf. Ja, maar, <laughs> het, maar, maar, het is, maar dat geeft ook wel weer aan. En dat is ook wel heel in. Want ik heb, denk ik, hier ook. Echt vaak over na, want ik ken iemand, ik, ja, ik ken iemand, um, een enorm charismatisch uh, persoon, mm -hmm. en hij zat qua kleding, nee, zag er niet uit, nee, en um, ik wil daarmee alleen maar aangeven dat het maakt niet altijd het, 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 het is niet het allerbelangrijkste: het, het allerbelangrijkste Tuurlijk, is, is, nog hoe jij je hoe jij denkt ja. in je presence, je ja, 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 ja. je voorkomen en is je charismatische. Um, met welke overtuiging je binnenkomt. Vind je jezelf goed genoeg? Vind je jezelf ja. waardig? Ben je zelfverzekerd? verzekerd? Ben je grappig? Ben je, um, ben je liefdevol? Ben je vriendelijk? Ja. Ben je losjes? Ja, ja precies. Of Kijk, je, ik heb altijd teid? het een beetje als een soort vormpje gezien. Uh, en, maar ik, ik voel ook erg dat het een tool is en dat het altijd wat zegt. Alleen, je kan, uh, ja, 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 ik vind het altijd gewoon wel lekker om juist heel ja, ja, nonchalant, amusant. ja, ja. ja. Tuurlijk. Maar ergens zit daar ook wel een soort oe, spanning in. En, en dan... Ja, ja, god, ik had het echt moeten doen. Hè? Ik baal er echt van. Ik ben geneigd om... Ik, uh... Ja, ik ben ge je moet hem eigenlijk even aandoen. Oké. Okay. En dan gaan we even kijken hoe je je dan voelt. We Want... zitten precies halverwege als ja. het gaat over de, de stappen. Intentie, transformeer je blokkades en creëer een nieuwe identiteit. We gaan door we met gaan stap vier. En jij kleed je even om. Ja, ja. gaan we even kijken hoe je, je voelt. Ja. Leuk. Eens. Ja. Kijk. Ja. Kijk, daar zit hij. Ja. Dat is even een hele andere geel. Ja. Nee, het voelt natuurlijk ook gelijk anders. Ik bedoel, mannen kennen dat heel erg. Een pak. Ja, natuurlijk. Alleen, kijk, ik wil nog een soort hybride vorm. Want dit is wel heel erg. Deze is. Dit is wel echt pak. Ja. Wat dit prima is meer zo van, ik ga uh, naar Gala. Ja. Ja. En hoe, hoe, hoe voelt het nu? Ja. Top. Different toch? Ik voel me groter. Ja. ja natuurlijk. Dan ben je klein eigenlijk. Ja. <laughs> nee, dat is waar. Nee. Ja. Nee, maar het is, het, het is zo interessant. Het want is super interessant. Je kan, um, en daarom ben ik zo gek op deze techniek, is omdat, um, kijk, als je iets anders wil, dan is het een goed idee om je net iets beter te gaan kleden. Ja. Net. Je hoeft niet meteen, weet ik veel, je kast nee. vol te hangen... met, uh, ja, weet ik veel, met de duurste dingen of zo. Dat, dat is niet waar het om gaat. Maar nee. het, het, is, het idee is veel meer van dat je bewust wordt. Ik merk ook gelijk en... bijvoorbeeld... ik vind nu ook mijn bril smerig. Wat ik ook een... Ja, vind ik Het is ook annoying. Ja. Ja, oké. Okay, nou, doe er wat aan. <laughs> <laughs> uh... Nee, maar dit heeft ooit een, een, een psycholoog letterlijk tegen mij gezegd... toen kwam ik daar binnen... Toen ze zei ze: Maak je bril is schoon. Dit zegt zoveel over hoe jij nu naar het leven kijkt. en hoe je ja. je uitmaakt. En nu zit ik hier ook echt. Nou ja, ik bedoel. Nou denk ja Ik zit hier gewoon echt. In een, in een. ja, hogere frequentie. Ja. Ja. Bam. Nou is er niks mis met het andere. Want het is lekker. Is ook. is, is fijn. Ja. Nee, maar het gaat er meer om dat je het inzet. als je bewust iets anders wil creëren. Ja. En dat je dan. Gaat kijken, van dan is het gewoon een goed idee om je net iets te kleden alsof je leven al een beetje beter is. Ja. En dat communiceert dan een, een, een andere boodschap naar je onderbewustzijn. En jij communiceert nu ook een andere boodschap naar mij. Ja. Uiteraard. En dat zegt iets over. Um, kijk, ik heb ook een tijdje gehad dat ik. Dat ik daar minder dat ik, er, dat ik er niet heel veel waarde aan hecht en niet heel veel, ja. Jij ja, 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 schrijft en dit vond ik een goede. Ja. Toen dacht ik ook echt van ja, zo Je moet het echt zijn, dus als je al nog wel gewoon hè, voor je performance een beetje uh, goed aankleden, dan was er toch in het weekend ja. dat je dan even de slonskleding aan had. Ja. en jij dacht. Slauchie. eventjes we trekken hem helemaal door. Ja, ik ben echt die nieuwe persoon die ik wil zijn, ja. die ik dan dus al ben, ja, zoals ik leef. Ja, en wat heel interessant was, en ik, ik had dit dus altijd al wel als techniek. Um, dit heb ik vanaf het begin af aan al als techniek ja. al wel gehad. Maar ik heb dat van de zomer ben ik daar een leveltje mee omhoog gegaan. Dat ik dat heel serieus ben gaan nemen. En dat ik, omdat ik echt snapte van ja, bepaalde materialen um, communiceren, een andere boodschap. Um, en als ik dus die andere versie wil zijn, dan. Is het misschien wel eens een goed idee om gewoon eens zeven dagen achter elkaar, ongeacht zaterdag, zondag of ja. de situatie, om mij anders te kleden? En toen ben ik um, erop gaan letten en ik heb daar, ik heb toen, uh, ik heb wat reels en dergelijke over opgenomen. Dus als je naar mijn social media gaat, dan zie je, ineens, dan zie je dat. Uh, ja. En direct de vierde dag dat ik in deze techniek zat, en ik had niet gedeeld dat ik de techniek deed, um, kreeg ik. Andere reacties. Weet je wat de reacties waren? You look like a million. Ja. Um, million dollar woman in the making. Ja. Ik verzin dit niet. Nee. En, het is, het is, en ik nee. heb niet gecommuniceerd dat ik met een techniek bezig was. Nee. Terwijl het, voor mij te, het was een oefening. Ja. Omdat ik dit ging schrijven. En, en ik dacht, ja, kleding. Hey, ik Alles heb allemaal, is frequentie. Ja. ja, ik vind het altijd een beetje een, een irritante fake it till you make it. Maar eigenlijk, je faket het ook niet, want je bent het al. Uh, fake it until you become it. Ja. Yeah. Dan is het natuurlijk veel meer. Ja. Yeah. Je moet het. Totdat yeah. je het yeah. bent. Ja. Yeah. Maar ergens ben je het dus al, want je doet het. Ja, dat dus ben beetje, je het in dit moment. Yeah. En dat is waar het over gaat. En dat is, slaat uh, echt de spijker op zijn kop. Is omdat je het nu wil zijn. Ja. Yeah. En niet dat je zegt nee, nee, morgen. Nee, nee volgend jaar dan. Ja. Als, ik, als ik dat heb, nee, het is, je, je brengt het eindresultaat naar het nu. Nou ja, als we nog even in de uitdrukkingen blijven, vind ik het mooi. Wij kennen heel erg eer zien dan geloven. Ja. Maar het is juist, je gelooft het. En dan ga je het zien. Ja. ja, dat is dit waar is, dit over gaat. Dit is top. Uh, en, en ja, we zitten in, in deel 4 of van de 6 stappen. Ik ga ze gewoon heel uh, goed af, vind ja. ik zelf persoonlijk. Herprogrammeer je onderbewustzijn. Um, ja. Dat vroeg me nog af. Ik heb je ook, want er zit bij het boek ook een meditatie. Super mooi pianootjes, Ik Ja, zeker, 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 zeker. Um, en, ja, en dit komt ook in dit gedeelte langs: herprogrammeer je onderbewustzijn. Waarom, waarom is een teken dan toch zo belangrijk? Ik vind het altijd een beetje despert. Ik denk dan, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik luisterde vanochtend in de auto die meditatie. Ik was gewoon vooral even technisch benieuwd. Maar ik zat ook met, nou ja, waar we het nu over hebben. Ik ben heel blij er nu toch dat ik het pak heb aangedaan. Dat ik, ik zit toch meer in een transformatie dan ik zelf dacht. En op dat moment kwam de zon uh, door. En ik denk nog, oh, wat een mooi moment. Vervolgens komt jij echt een seconde later. Ja, er, er komt een teken. Ik denk, ja, fuck. Uh, het was er al. Maar ik bedoel, snap je wat ik bedoel? Waarom, waarom, waarom doen we dat? Waarom dat teken, ja? Het voelt nou, als een je... beetje zo despert. Als, ja. je, als je overtuigd bent van jezelf, heb je toch geen teken nodig? Uh, nou, nou, ik denk dat ik het misschien wat anders bedoel. Ik, in teken zie ik veel meer als een synchroniciteit. Ja. En ik denk dat alles wat je in je leven meemaakt, um, komt voort uit een intentie. He, dus alles wat je meemaakt in je leven, um, heeft iets te maken met je intenties. En um, het, het teken eigenlijk meer wat ik vraag, is een synchroniciteit. Ja, ja, ja. En wat ik, wat ik daarmee bedoel, is dat. Nou, ik heb hele bizarre synchroniciteiten meegemaakt. Um, doordat ik dus dat teken vroeg, of laat mijn synchroniciteit zien. Maar um, wat je eigenlijk doet, is dat. Uh, en deze basis is een neuro-principe. Uh, en dat heet value tagging. Dus dat um, hoe meer je iets visualiseert, hoe meer. Um, en je doet dat met herhaling, hoe meer waarde de hersenen gaan toekennen aan dat wat je aan het visualiseren bent. Dus dat betekent dat hoe vaker je dat doet, dan zeggen de hersenen, oh, wacht, oké. Okay, dus dit is on top of mind voor jou. Dus dat betekent dat ik moet gaan kijken naar kansen en mogelijkheden voor ja. jou. En wat je dus met die visualisatie doet, is dat je je bent je eigen GPS-systeem. Dus je geeft een eindbestemming in in je eigen navigatiesysteem. En je zegt hersenen. Um, breng let mij er op. de ja. letter op ja. en breng mij er naartoe. En ik, um, ik had vorige week de officiële uh, lancering van mijn boek uh, voor een, uh, ja, een bijzondere gezelschap. En ik vertelde daar nog het voorbeeld dat de branding die ik nu heb. Ik had de intentie gezet en ik had het gevisualiseerd en ik had het opgeschreven. En ik had daar um, ja, dat, een, een scriptje geschreven, zeg maar, voor een visualisatie. Ja. En er kwam een campagne voorbij uh, van twee uh, merken. En ik wist meteen, oh, ik moet daar naar kijken. Want hier, dit is misschien, zou dit wel ja, degene ja, ja, kunnen zijn die ja. mijn branding zou kunnen gaan doen. En ik had die selective attention, ik had dat value tagging, mijn hersenen hadden er geen waarde. Ik had het, ik had het niet gezien. Het, het was me niet opgevallen. Ja. En, dat bedoel ik ja. met, um, hè, met de met vraag om een teken. Heel veel mensen vragen om een veertje ja, of, ja, ja. Een, of een, of een. En het is ieder zijn wat jij er, wat jij wat wil, jij wil. Nummertje, maar, maar voor jij, mij persoonlijk is, is het dat er, vragen er iets op om je pad een synchroniciteit komt. Ja, ja, is, ja. zodat ik zie dat ik een instructie heb gegeven aan mijn onderbewustzijn, ja, op aan mijn hersenen. Hier gaat het ook even over het vision board, affirmaties en ook al een beetje de. de... Het verschil tussen intenties en affirmaties. Ik heb dat wel eens eerder besproken en nou ja, de kracht wordt heel erg duidelijk uitgelegd. Mm, wat wil ik nog verder zeggen over herprogrammeren je onderbewustzijn? Eigenlijk niet zo heel veel. Mm, nou ja, de kracht, het is superkrachtig in ieder geval om dat de hele tijd te herhalen. Ja, de kracht van de herhaling. Ja. ja. Bruce Lee zei het als allermooist. Ik vrees niet degene die, die uh, één stoot. Uh, nee, hij zei, dat zei hij. zegt: Ik vrees degene die, die één stoot 10.000 keer heeft geoefend. Ja. En dat is um, puur hoe de hersenen leren. Dus ja. als jij een nieuwe bedrading wil aanleggen, building new strong neural networks, ja. dan zal je, dat moeten, dan zal je dat, die intentie moeten herhalen. En dan werkt het weer op basis van. Het value tagging, hoe vaker ik het herhaal, hoe ja. meer mijn hersenen uh, op de uitkijk voor mij gaan naar kansen en mogelijkheden. En die gaan uit de realiteit kansen filteren. Ja. Zoals ja, je het kan is... zien. Jouw uh, affirmatie is al jaren, mijn leven wordt iedere dag beter en beter. Ik speel dan nog even advocaat van de duivel, maar het is toch nu ook al goed genoeg? Mm. Ik ben dankbaar voor, waar, voor, voor wat ik nu heb en waar ik nu sta. Maar je wil wel groeien. Ik, ja. ik lag gisteravond. Ik heb super slecht geslapen. Oh. Um, omdat ik aan het nadenken was over andere boektitels. <laughs> Oké, okay, de, de, formule, de formule is niet goed. Nee, nieuwe boektitels. Oh, gewoon nieuwe. Ja. Oh, zo, zo. Ja, ja, ja. En, en dat betekent, ja, dat ik. ik dat nee, is niet precies. iets. Het een, blijft natuurlijk. Ja, het is niet iets wat ik expres doe. Dat nee. is gewoon de, de, de creative. Lekker. In mij, die, die weer dingen. Dus ja, ik heb, zal altijd wel verlangens blijven hebben naar cre om te creëren. Exact. Ja. Stap 5. En we hebben dit al een beetje aangestipt, maar toch. Stroomlijn reacties en gedrag. En hier komt, kijk, ik heb je niet echt gevraagd om drie boeken. Dat heb ik in aflevering 66 al gedaan. Um, ik wil toch eventjes het kopje boeken benoemen. Ik vind de sponsor ook leuk. Next Story, top. Dat zijn luisterboeken. Oké. Okay. Uh, ga je je boek zelf voorlezen trouwens? Oh, daar heb ik nog weet ja, ik veel niet. Ja, moet je niet. doen. Ja, misschien. Vind ik wel. Okay. Als je tenminste, als ik, uh, ja, als hij ooit daar nou, ook op ja. voorgelezen wordt juist ook omdat je gewoon, nou, dat hoor je ook in die meditatie die erbij zit, ja, je, je en, en ook een beetje met het verhaal dat je blijkbaar zelf jezelf een slechte spreker vond. Hoe vet is het dat je je eigen boek inspreekt? Ja, maar goed, een, um, ja, ik weet niet of het een, zozeer een boek is of een teacher. Ik ken hem dus niet en hij komt in dit hoofdstuk een aantal keren langs. Frederick Dodson. Ja, Wie is ik heb dat? ook uh, benoemd dat dat is ook mijn was ook mijn coach en ja. ik ben ook uh, naar hem in Amerika gegaan. Oké. Okay. Een training bij hem gevolgd afgelopen jaar. En, um, ja, hij heeft uh, iets van 25 boeken geschreven. Uh, allemaal over deze topics. En vind ik, uh, is een hele grote inspiratiebron voor mij geweest. Uh, ook zeker voor dit boek. Om, uh, ja, bepaalde topics wat verder uit te diepen. Wat is een beetje, kijk, ik moet zeggen, ik ken hem niet. Ik ken wel gewoon, ik weet dat jij Joe Dispenza gedaan ja. hebt. En dat zijn allemaal een beetje de, ja. de ja, klassiekers en de grote namen. Nou, dit is blijkbaar ook een grote naam. Maar wat is een beetje de, de ja, wat, wat, nou ja, wat heeft Frederick Dodson jou gebracht? Um, het eigenlijk simpel maken van het uh, praktisch maken. Yeah, okay. uh, en dat is eigenlijk wat ik, wat ik zelf ook doe. Um, ik denk dat ik het heel praktisch heb gemaakt. Met, uh, met de zes stappen. Ja, hoe je, de, hoe dat je echt aan de slag kan gaan. Hij is eigenlijk... Um, een is bijna een soort cultboek in, in het manifesteren. En dat uh, heet Parallel Universes of Self. Dat boek. En dat gaat helemaal over parallele realiteiten theorie. Uh, waar hij weer gebruik maakt van uh, grote teachers. Als Neville Goddard. Die heb ik ook omschreven in mijn boek. Absoluut de topfavoriet. Uh, ook hij heeft gebruik gemaakt van uh, Sir David Hawkins. Mm -hmm. En um, ja, zo, zo leren we denk ik allemaal van elkaar. En, en sta je op schouders en, en voeg je je eigen, je eigen dingen daar yeah. aan toe. Ja. ja, ja, ja. ja. Okay. Een mixje alles. Nog een ander boek wat je toch nog even wil benoemen. Wat, uh, wat ik heel leuk vond. Want die, er zitten gewoon natuurlijk, uh, noem je dat? Uh, de de, de eindnoten bronnen en ja. zo. Dan komt ook nog even Linda uh, Dronkerstein ja. langs. Met Golf ja, van Geluk. Ja, dat vond Geluk. ik heel leuk. Ja. Want uh, ja, daar heb ik zeer zeker ook gebruik van gemaakt. Uh, voor het beginstuk. Ja. Ja, voor het is er nog een ander boek of een schrijver die je zeker even genoemd wil hebben? Ja, ik, voor, voor mij is heel belangrijk. Uh, en, en wordt ook voor volgende boeken, denk ik belangrijk uh, is het is Neville Neville Goddard yeah. dus 1925 en um, ja absoluut één, toen in zijn tijd van de eerste die ja die deze concepten zeker ook over uh, identity yeah. shifting um, toen eigenlijk al heel mooi heeft omschreven en um, uh, een leuk boek twee boeken van hem eigenlijk uh, The Feeling is the Secret dat is een heel dun boekje daar zat al de secret in, zeg. Ver is de tijd vooruit. Ja, ik, ja zeker. Ja. Ja, waar zou ze het vandaan hebben, ja. uh, Ronda Byrne? <laughs> um, maar het is wel een feeling, ander ja. boek van hem vind ik waanzinnig interessant. En dat is The Power of Awareness. En okay. dat gaat inderdaad over aandacht creëert realiteit. Dus waar jij je aandacht op, op focust, dat is wat gaat groeien. En dat wil je eigenlijk dominant maken. Dus wat ik ook doe... Um, hier is dat je ziet van en ik heb dat visueel gemaakt. En ik denk Zijn, dat altijd ja. dat helpt. Ja zeker. Um, want je hebt realiteit A, en ja. je hebt realiteit B. Je, A hebt, een is oog, je, je hebt. hebt een oog getekend ja. waar je in je twee hoeken kan. Nou ja, zoals, je, kan zo, kijken ja. naar, je kan kijken naar links of ja. je oude realiteit. Ja. Of je kan leren de binnenwereld, realiteit B, wat nu nog binnenwereld is, steeds echter te gaan maken. En de vraag is: kijk ik naar realiteit A of blijf ik of ga ik mijn aandacht richten op realiteit B? En dan komen de principes van value tagging en selective attention, ja. worden dan zo belangrijk. En dan wordt dus die nieuwe reality die jij wil creëren, dat wordt een soort. Dat ga, daar ga jij naartoe. Ja. Dan word je zelf vanzelf naartoe getrokken, als het ware. Maar dat kan alleen maar door de power of awareness, door, door echt letterlijk de kracht van aandacht. Ga, kijk ik daar naartoe ja. of geef ik mijn aandacht op realiteit B, wat ja. ik wel wil? Dat is zo interessant. Ja, het is super interessant. En dat is ook. Vind precies. ik nog steeds. Ja, is het ook. En het, maar het is gewoon. I ja, je, je, je bent wel zelf verantwoordelijk voor uh, hoe je eigen magneet is. Uh, uh, ja, jij bent honderd verantwo uh, 100% verantwoordelijk. Ja. Voor, voor en dat kan je gewoon stellen. En dat is, ja. Ja. En ik, nou ja, we en Ben al... je bereid om die verantwoordelijkheid te pakken? Je moet het wel echt willen. En waarom wil je het en wat. Ja. ja, ja, ja. En, en, en. Um, en dat vind ik, daar hebben we het vorige week op mijn lancerings-event ook over gehad. Van, je kan wel iets heel graag willen, mm -hmm. maar ben je bereid om er naar te gaan leven? Absoluut. Precies. Ben je bereid, ben je, ja. ga je doen wat het ja. tekst? Ja. Ben je bereid om, 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 weet ik veel, een ander patroon, ja. een andere routine? Kijk, ik denk, en dat gaat weer helemaal terug naar het begin, de intentie. Als je die intentie echt tot in je vezels voelt, hè, dan ga ik weer even terug naar, naar de radio... Ja, alsof ik ooit twijfelde of ik nachten moest doorhalen urenlang op stations omdat ik anders niet of, of bandjes die afgewezen werden. Er is geen fractie in van de seconde geweest dat ik dacht, oh dit is allemaal wel heel heftig of nee, nee, nu wil ik het niet meer. Nee, natuurlijk niet. Nee. Bam, het einddoel, alles heb je er over. Ja, je staat er eerder voor op. Jij bent nachten <laughs> ja, opgestaan, whatever. Ja. Omdat, ja. Maar dat is, ja, dat, dat moet niet eens een twijfel zijn. Maar nee. dit is wel goed, omdat... Dit is maar wel... Dus ik, je kan dus heel veel, honderd mensen vragen... wil je een miljoen manifesteren? Zegt iedereen ja. ja. Maar of ze het echt willen? Ben je bereid om ernaar te leven? Precies. Ben je bereid om die persoon ja. te worden? Ja. Ja. Uh, Stroomlijn reactie in je gedrag. Nou, ja. Dit is ook hè, waar we het nu over hebben. De, de, wat is je houding? Wat is je postuur? Wat is ja. je gezichtsuitdrukking? Ja. Wat is je tone of voice? Wat draag je? Hoe adem je? Hoe loop je? En, 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 en ben je daar nu ook... Is dat iets wat je zeg maar terugkijkt of s'avonds een beetje reflecteert, of is dat ook echt iets waar je de hele tijd, hè, bijvoorbeeld nu, bewust van bent? Hoe hoe, hoe, hoe Ja, dat? ik ga wel, ik heb wel echt nagedacht over hoe ik hier wilde. Ja, oké, okay, dat is van tevoren ja. en ik kan me voorstellen dat en je nou straks. En doe ik het. Ja, precies. Ja. Nee, maar het lijkt me zo van op het moment dat je gewoon ergens bent of doet nee, ik dan. Ik heb afgelopen jaar ben ik daar ben ik dus zelf ook verder gegroeid. Ik denk dat het schrijven van het boek was was. Uh, Echt een geschenk. Ik bedoel, het was, het was ook moeilijk. Ja. Yeah. Uh, maar het was tegelijkertijd een groot geschenk voor mijn eigen ontwikkeling. Omdat ik nog dieper ben gedoken yeah. in, in, in alles wat er... In de technieken die ik allemaal al kende. Maar ze allemaal verder uitgediept heb. En ook ben gaan toepassen. Yeah. Nog eens een keer anders dan dat ik daarvoor deed. Dus ik heb afgelopen jaar bijvoorbeeld veel meer naar mijn houding gekeken van hoe letterlijk hoe je staat, ja, 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 ja. hoe zit ik aan tafel, ja. zit ik zit ik zo of of of, ja, of wacht ja, ja. of of ben ik comfortabel met um... hoe ik was je houding? Weet je nog hoe je houding was in ons eerste gesprek? Ja, ik... ja, dat weet ja? ik zo zeker nog. Ja, oké, okay. ja. Dus ja dus heb was op. Dat heb ik weer terugbekeken en niet dat ik dat heel leuk vond om te zien. Maar, nee, oké. Okay. Uh, ja, toen zat ik zeer zeker helemaal zo. Ja, ja, ja. Nou, het is voor de microfoon wel handig, overigens. Ja. Maar ik snap dat, dat je, je zit nu voor de duidelijkheid voorovergebogen ja. Wel, ik moet zeggen, ik, je omschrijft het ook in je boek. Dat je, eh, ja, en daar, daar zit. Maar ik vind het ook wel lekker. Dat, dat, ik snap het hoor, dat je veel beter overkomt op het moment dat je een soort rust hebt en relaxed bent. Maar ik hou ook wel van, oh, ik moet je iets vertellen. Ik, ja. Uh, toch? Ja. ja, natuurlijk. Voor maar toen het is was het meer, ook prima. Uh, praat je vanuit. Om onzekerheid? Ja, zo. Of ja. Praat, je, uh, praat je omdat je wil praten? Of praat ja. je omdat jij wil praten? Ja. <laughs> nee, ik snap het. En dan komen we bij... Nee, ik denk dat we al even naar de laatste stap gaan. Uh, ja. Waarbij ik vooral nog eventjes wil uh, zeggen... Um, hier, het is een belangrijk iets waar we het echt wel over gehad hebben. Als beoefenaar van bewuste creatie wil je het gedrag... en de reacties van het gebrek en verwijdering herkennen. Dus verwijdering... Ja. Dat is wel iets, een beetje zoals de, de, de blokkades uh, wat in stap 2 zit, dat je heel erg bewust bent van alles wat je tegenhoudt, toch? Ja, nou, het, 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 het grijpt nog een beetje terug naar, uh, naar stap 5 ook. Um, en eigenlijk wat ik in het begin al zei, dus als jij, uh, je hebt een meditatie gedaan en je doet al deze stappen ja. en dan, uh, ja, dan, dan denk je, ja, nou komt het. Je, dan, ja, dan ga je dan, al achterover. Dan zitten. Ga er komen. Ja. En dan ga je een vriendin bellen. En dan begin je weer te roddelen en begin je ja. weer te klagen. En dan begin je weer ja, te focussen op negatieve, neg ja. de, de negatieve aspecten. En dan verleg je je aandacht ineens weer op je oude zelf. Precies. En um, het gaat er dus in stap 5 en 6. Dus ook om: van kan ik ga ik dat herkennen? En daarom is die zelfreflectie de hele tijd zo belangrijk. Ja. Dat je gaat kijken, wie was ik nou eigenlijk vandaag? Ik heb echt uh, ja, de afgelopen maand, uh, nu mijn team ook wat meer is gegroeid, mm -hmm. krijg ik steeds meer feedback over, uh, over mijn leiderschapskills. En dan denk ik, ga ik echt nadenken. En dan denk ik s'avonds, ja, ik wil zo niet zijn. Nee. Ik wil niet ik, ik, ik was niet, ik was niet wie ik wil zijn nee, vandaag. Wow. En ik denk dat, het, um, dat dat helpt je om te groeien en om dus in, in, in trillingsharmonie letterlijk ja. te komen met wie je moet zijn. Dat is waar dit stuk over gaat. Herken, dat je het gaat herkennen. Van wat, en dan kom je dus. Het ging eigenlijk over gebrek. Ik dacht wow. Ik was weer <laughs> iets anders aan te zeggen. Maar het gaat over gebrek en verwijdering. En dat, dat gaat erover van. Ga ik me nou weer zorgen maken? Ja, ga je weer ga ik nou. Ja. Ben ik ja. bang? Ja. En ik herken dat. Want ik ja. heb een eigen bedrijf. Ik heb te maken met, met investeringen. Uh, ja. Voor investeringen. Um, Nee, maar laat een... ik me leiden ja, door. Ga je toch weer dat oude pad op? Ga ik op? toch weer dat oude pad op? Ja. En dan kom ik weer vanuit het niet hebben. Ja. Terwijl je juist naar voren wil. En zo komen we bij stap zes. En ik ben benieuwd ook hoe dat gegaan is in het proces van dit boek. Uh, of je dat zelf hebt kunnen toepassen. Want ik weet dat jij op een gegeven moment een boek ongeveer in de prullenbak hebt gegooid. Ja. Geschreven en toch niet. Stap zes is laat los en vertrouw. Ja. Oh, dit was een heel groot thema voor mij. Dit afgelopen, afgelopen jaar, 2000, zomer 2023. Ja, ik had uh, de eerste versie geschreven. En ik had het manuscript um, geschreven. En ik dacht, ik, heel eerlijk, ik dacht dat ik het sneller op papier zou hebben. Dus het was, dat ik... <laughs> ja, het was al een heel proces. Nee, maar dat is mooi. Maar dat ik, het... ik dacht, ik, ja, ik had dat verwacht. Ik dacht, ja. oh, dat doe ik wel even. Ik heb al jarenlang, weet je, geef ik les hierover. En Bam. Ja, ik schuif ja, nou, het gewoon op je op. Ja. Um, dat was niet zo, want het is een heel structureren van. Je kan wel. Het is het structureren echt van, van gedachten en, en concepten. En uh, ja, toen heb ik het in manuscript ingeleverd. En ik had al bij de e-mail gezegd van. Uh, nou ja, ik, ik, ik sta je niet, niet achter. En nou ja, toen oh, was, het dat was ook een leuke ja, introductie. <laughs> ik sta je uh, zelf niet achter. Ik denk dat het beter kan. En uh, toen was het inderdaad van. Ja, weet je wat. Um, en die al zag ik dan weer niet aankomen. Dat ik weer helemaal gooi, maar in de prullenbak. het nee, begin okay. maar. Ga maar even helemaal, terug. Ja. En toen heb ik me um, moeten overgeven. Ja. Ja. Toen dacht ik, waar ga ik dit nu weer vandaan halen? Hoe, uit welke energie ga ik, dit, ga ik dit schrijven? En toen heb ik een maand vrijgenomen. En het betekende dat ik nog meer tijd moest gaan inruimen. in mijn agenda. die ik dus niet kon besteden aan mijn, aan mijn bedrijf. of nee. Ja, nee. Aan, aan lesgeven. of... Ja. En um, ik had allemaal grote projecten lopen, websites. Ik heb een jaar lang alles omhoog moeten zetten. En ik dacht echt van wow, dit is mijn eigen oefening, de hele zomer, om in over te gaven te gaan. En te zeggen, oké, okay, ik heb een maand vrijgenomen, ik ben naar Amerika gegaan. En toen ben ik teruggekomen, ik ben gaan zitten. En toen... Ja, toen schreef ik die inleiding waar, het, waar een kleine 2000 woorden nog zijn van geschrapt in twee uur op of zo. Ja. En toen begon het. Fantastisch. En toen begon het te lopen. En is het dus heel anders dan het eerste boek. Ja, misschien ja. in de techniek. Jawel, ja, ja, okay. in de tone of voice. Het is een hele andere. Fantastisch. Bewust, bewustzijn wat dit heeft gezien, zal ik maar zeggen. Een ander. Het is een heel ander boek geworden. Ja. Ja, niet heel anders, maar ja, nee, nee, maar toch ook wel. Ja. Ja, een andere vibe. Een andere tone of voice. Ja, en toen um, in die tijd van overgave uh, alles omhoog gezet grote projecten, ben ik um, kwam er juist meer naar mij toe. Dat is ook het moment geweest dat mijn uh, club, dus het membership uh, mm -hmm. wat ik heb, is gegroeid naar duizend members yeah. uh, overnight zo ongeveer, terwijl ik minder deed. Yeah. En dat was dus echt bizar. Ik had dus, ik dacht Oh, ik, ik deed de heel veel, altijd heel veel. Ik stopte altijd heel veel moeite ja. Ja. In, 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 in stories maken. Ja. En toen dacht ik: wat als ik nou, ik ga gewoon achterover hangen. Ja. Ik plaats een foto en ik zet drie zinnen erbij en meer doe ik niet. Nee. Ja, maar ja, dit is, is zeer herkenbaar. Ja, als je iets lucht geeft, jongen. Ja, ja dat vond ik heel interessant. Ja. ja. Ja, tussen die krampachtigheid. Het, ja. het contrast werd zo groot. Tussen iets heel, met heel veel kramp, kramp, uh, ja. verkramping doen en heel veel rigiditeit. En heel veel strakke soort van. Hè, de, totdat je knokkels wit worden. Weer nee, ja, maar, dat van, is, maar dat is. Maar um, kijk, dat is het moeilijk. Uh, dat zeg ik ook met dat voorovergebogen. Natuurlijk zit daar een bepaalde het forceren in. Dus kan je zeggen, is het geen flow. Maar ja, het is ook wel. Nou ja, ik snap nee, het gewoon nee, heel dat erg. Dat is ook wel de power en nou het ja, enthousiasme. Ja, en, en, exact. Het komt, uh, ja. ik zou dat ook weer niet zo veroordelen, maar. Nee, daar dat heb ik ook verder geen oordeel over. Maar nee. het is meer van: ja, met welke energie doe je iets? Nog één, oh ja, nog één dingetje van die Dotson, wat ik ook een goeie vond, wat jij onder het kopje geloofbooster hebt, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk echt next level. Die techniek heb ik van hem. Ja, omdat, kijk, omdat we dus heel erg kennen van: oké. Okay, je gaat je voorstellen hoe het is om te zijn wie je bent. Dat is gewoon, nou ik zou maar zeggen zoals iedereen wel manifesteren kent. Zoals ik het ook van jou ken. Het heeft me nog heel erg geholpen, heb ik eerder wel gezegd. In op die manier ook je meditatie ingaan. Want dan ben je het in ieder geval even een kwartiertje per dag. Maar dit is juist ongeveer terugkijken op hoe het was. Ja. Als je uh, was wie je wil zijn. Ja, dit is een hele krachtige oefening. Um, dit is eigenlijk een soort time travel. Wat je doet, um, en dat heb ik ook inmiddels wel ervaren, uh, dat, dat, het, het, dat wat jij wil is niet het eindpunt, nee. maar het is het begin weer van iets nieuws. Want even flauw gezegd, het is nooit goed genoeg, of nee, nee je blijft altijd groeien. Ja, je blijft groeien. Ja. En in deze oefening, en, en dat is eigenlijk wat we in het hele boek doen, in de hele formule doen, is dat je je bewustzijn van verschillende invalshoeken laat wennen aan hoe het is. Om in die realiteit te zijn en hoe het voelt, alsof het normaal. Je wil yeah. dat die realiteit, dat dat normaal voor jou gaat voelen. Yeah. Het is gewoon normaal. Yeah. Het is zo. Yeah. Het is je tweede natuur. Yeah. Het is jouw tweede natuur om een succesvol bedrijf te hebben. Het is gewoon normaal voor jou om, um, om, yeah. om, om gezond te zijn. Het is normaal om uh, op de cover van een magazine te staan. Het is normaal om, weet ik veel wat voor droom yeah. je hebt. Om een klantmagnete te yeah. zijn. Het is normaal. Ja, en, was, ja. en wat we dan dus doen in, die, in, die, in deze advanced um, techniek, is dat we um, vooruit gaan in de tijd. Dus nu is het 2024, maar we gaan vooruit we gaan naar 2025. En we kijken terug op hoe dit jaar op... Uh, we kijken terug van toen je eigenlijk hebt dat gemanifesteerd. Ja. En hoe is jouw leven daarna dan? Eigenlijk. Het is echt een mindfuck. Ja, het is fantastisch. Maar het, is, het is een... een, een ja, ik heb de, doe deze techniek heel veel en ik heb hem ook in mijn, uh, mijn master's technieken zitten. Uh, een, een training die ik heb advanced, wat alleen maar technieken zijn, echt om dat bewustzijn, zeg maar, helemaal uh, ja, te moduleren, zeg maar. Ja. En om het van verschillende invalshoeken te laten wennen aan een hele nieuwe realiteit. En dat maakt dat je zo snel een imprint krijgt in je onderbewustzijn. Um, dat die transformatie gewoon ineens heel snel kan gaan. En dat is gewoon wat ik af wat ik het oh ja. afgelopen jaar uh, zelf ook heb ervaren. Door ja, al superman. deze technieken toe te passen. En ze zijn zo lekker concreet. Ja, nou ja, het is dus het is nog één praktisch. keer even voor de duidelijkheid. Je, je, je wil iets bereiken. Nou ja, dan ga daar gewoon heel erg over nadenken hoe het voelt en het ruikt. En ik herinner me heel erg dat ik het dus zo leuk vond dat in mijn. Visualisatie als kind, zijnde Jeroen, dus zei: Hey, geef me even die band. En dat was dan een heel normaal iets. Ik dacht natuurlijk niet: Oh, Jeroen van Inkel. Nee, hij kende mij en zou me dan kennen. En hoe relaxed was het als hij me die aanwijzing gaf? En wat jij nu zegt, en dit, nou ja, heb ik letterlijk gedaan op basis van waar ik nu mee bezig ben. Als, als baas van het radiostation en als vader, dat ik al gewoon mezelf eventjes als opa zag. Uh, met uh, gewoon een, een, een dochter die lang het huis uit is. En dat was vet, jongen. Ja. Gewoon, het is heerlijk om daarover te denken. En dan nou ja, voel ik wel aan alles dat je al je handelingen in het ja, komende leven. op die manier doet dat je dat ooit gaat meemaken op die schommelstoel. Ja, je geeft jezelf al een suggestie. Ja. En van daaruit ga je handelen. Vandaaruit daaruit kom, ga, je, ga, je, je, ga je actie ondernemen. Vanuit ja. dat oogpunt begin je dan te handelen. En dan creëer je dus je eigen realiteit, bewust. Dan heb je dus bewust een hele nieuwe toekomst gecreëerd. Ja. Maar bewust. Ja, nou ja, dat is bewuste creatie, ja. dat is manifesteren. Um, ik moest nog wel lachen, want op een gegeven moment eindigt het boek. Met kijk nog eens terug in je notitieboek wat je opschrijft bij stap 1 en 4, je successen. Je hebt nu al zoveel stappen gezet naar je nieuwe toekomst. Het is alleen nog maar een kwestie van tijd. En dat vond ik eigenlijk een soort grap, want ik dacht ja, maar dat is het dus letterlijk niet. Als in, eigenlijk bestaat er geen tijd. Maar... Nee, maar het is... Uh, je gaat je gradueel aanpassen. Ik ja. wil mensen ook niet de suggestie geven dat het in één uh, in, 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 in dag je nee. in je schoot geworpen is. Nee, maar het is er wel al. Het is er al. Ja. Het zit in jou. Ja. Ja, je moet het alleen nog doen. En zijn. Fantastisch. Is er iets, eh, want dit is ook gewoon jouw eerste keer dat je het over het boek hebt. En ja. ik moet zeggen, ik ben gefascineerd door het feit dat jij je eigen boek allemaal... Uh, ik zag het al op je Instagram, uh, allemaal ja. uh, zelf eigen notities en ezelsoren ja. hebt. Is er nog iets waarvan je van tevoren dacht, ja, daar gaan we het zeker over hebben. Of daar wil ik het over hebben. Of dat wil ik nog even benoemen over de formule. Of... Nee, ik de, nee. Ja, nee, daar heb ik niet van tevoren. Nee. Uh, uh, nee. Um, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel Om leuk. Om er eindelijk over te ja. kunnen hebben. Want dan ben je een jaar bezig. Zit je soort van onder een steen. Ja. En nou uh, is het. Uh, mag ik. Ja, kan ik het, het er eindelijk daar. over hebben. En, ja. en straks bij iedereen in de brievenbus. Ja. Ja, ja. heel vet. Eén... Ik hoop dat het een. Dat is, dat is mijn intentie. Ja. En. Um, is dat het een, um, een manifestatiehandboek wordt voor iedereen? Ja. En dat, het, dat je echt kan zeggen: iedere keer weer ga ik zelf namelijk terug bij iedere keer, ieder groter verlangen of iedere droom die ik heb of iedere wens, kom ik weer uit op deze formule. En um, ik hoop dat het voor mensen inderdaad komt met ezels oren komt te zitten ja, en dat ja, ja, ze het ja, overal binnen toenemen ja, en ja, ja. Dat, het, dat het een icoon wordt. Dat het een icoon wordt. Ja. Wat niet. Wat, 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 nou dat wat er voor je, altijd blijft. Dat heb je nu zelf al bedacht en zo heb jij het. Dat het voor altijd blijft. Ja. Ja, dat het iets blijvends is. En dat tijdloos is. Dat is wat ik hoop. En, en mag ik één heel persoonlijk ding? Dit is echt een persoonlijk En als je het, bedoel, als je het echt niet leuk vindt, dan knip ik het eruit. Oké. Okay. Um, maar ik vroeg het me gewoon af. Dus jij hebt er dan een nawoord, hè? Ja. En dan bedank je allemaal mensen. Ja. En toen dacht ik, ja, de ja, kon ik toch niet aan de indruk onttrekken. En dit is ook omdat ik hem ken. en het ergens een soort introductie is geweest naar jou toe. dat je je ex niet bedankt. Jeroen. Ja, dat had, dat had ik zeer zeker kunnen doen. Ja, nee, het is, het, het is geen moedje of zo. maar ik voelde gewoon aan alles van. wat je, je zoon Jack komt er echt wel in naar voren. en dat merk ik. Maar. Nee, maar we hebben het van tevoren ook wel over gehad? Ja, oké, okay, nou ja, dat is dan een uh, um, logische reden. En. en uh, dus het was zijn wens om, om nee, okay. er niet in voor te komen. Nee. Nou, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Nee, ik dacht gewoon meer heel ja. erg systeemtechnisch gezien. Is uh, nou ja, hoop ik vooral dat het voor Jack ook goed is. Ja. En uh, oké. Okay. We sluiten af met iets nieuws. Maar dat wil ik wel heel graag, want hij heeft zeer zeker een belangrijke rol gespeeld in het, in het begintraject ja. van mijn reis. Ja, ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ik ben een ontzettend een, dankbaar ja. Nee, dat ja, dat weet ik ook hoor, dat, daarom ja. uh, benoem ik het ook. Ik heb dus een uh, spiritualiteitsdeck. Het is een kaartspel. Ja, het is een spel. Uh, en daar wil ik mee eindigen, want ik heb aan jou al lang de vraag gesteld uh, hoe je aankijkt tegen de dood en zo, toch? De, Deed ik dat in aflevering 66? Nee. Nee? Oh, dan gaan we, dan gaan we eerst een kaartje en gaan we okay. dat... Wil je, wil je een bepaalde kleur? Dus, dus je hebt spiritualiteit, zelfontwikkeling, paars, dus ouderschap, niet. precies. Liefde en intimiteit. Of uh, ouderschap, zei ik al. Uh, dat is het. Ja, je hebt nog, maar dat raad ik niet aan voor deze podcast. Uitdagingen. Dat is echt iets doen. Hm. Of wil je gewoon een blanke, of wil je gewoon random kiezen? Ja, kies maar. Ik, ik, ik ga gewoon op kleur. Oké. Okay. Doe gewoon uh, uh, toch. Uh, ja, ik doe toch deze dan maar. Oké. Okay. Oh. Moeilijke vraag. Oké. Okay. <laughs> Moet ik mezelf voorlezen? Ja, graag. Ja. Denk je dat alles in het leven voorbestemd is? Of geloof je in toeval? Nou, dit is natuurlijk superleuk dat je die vraag krijgt. Bizar. Ja. En, en um, Ja. Ja. Ja, daar denk ik natuurlijk heel veel over na. Ja. Omdat ik het natuurlijk over bewuste creatie heb. Ja. Ja, ik, um, ik, uh, wat ik denk tot nu, waar ik nu sta, is dat ik denk dat iedereen een, um, een, een uh, bepaalde talent heeft meegekregen, een bepaalde blauwdruk. Precies. En dat, um, dat je daarbinnen heel veel kanten op kan. Ja. En dat er um, en, en, en dat het wel uitmaakt wat je denkt en wat je voelt. En dat dat wat jij uitgeeft bepaalt absoluut wat, welke kansen en mogelijkheden er op jouw pad komen. En die zijn dus creëerbaar. En, maar dat heeft te maken met hoe jouw voorkomen, met hoe jij je presenteert aan de wereld en naar medemensen. En wat je en, gewoon doet, ja. Ja, en hoe je, ben je vriendelijk. Ja, ja. Ben je, hoe, hoe, ja. Weet je, hoe, gewoon letterlijk. Ja. En ik denk dus wel dat heel veel, tot op zekere hoogte, beïnvloedbaar is. Ja. Nou, ja, het is gewoon om, om. Ik vind het echt. Maar, super maar sommige dingen misschien ook niet. Nee, kijk, dus ik denk. Dus is een beetje mijn visie, maar zeker omdat jij het al een paar keer hebt gehad over parallele universums en zo. Dus dat er gewoon heel veel lijntjes zijn die ergens allemaal. Maar het, je, ja, er je bepaalt wel zelf. Ja, welke wel, snelweg. Welke, 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 wel, welke, ja. Jij, welke realiteit je activeert. Dus ergens kan je zeggen. Er is maar een x-aantal wegen. Ja. Hè, dus dat zit een soort van ja. voorbestemd achter iets in. Ja. Maar daar zit nog zoveel ruimte in welke ja. van al die snelwegen je uiteindelijk pakt. Ja, dat is hoe ik het zie. Ja. En dat is beïnvloedbaar. Ja. Maar goed, ik kan niet zeggen, ik wil morgen wel astronaut worden. Nee. Is het niet, ik denk ik geloof niet dat dat. En nee. ik geloof ook niet dat ik dan gelukkig zou zijn. Nee, ik denk ook niet dat je dat echt wil. Nee, dus dan... nee daarom. Dus, dus het is, ja, is het voorbestemd? Ja, ik denk misschien bepaalde dingen wel. Maar ja, ik ben ook, als ik niet op dit pad was geraakt, was ik gewoon heel erg ongelukkig. Misschien was het alleen nog maar de vraag hoe lang het zou duren. Ja. Dus dan is er wel ook iets van ja. een voorbestemming. Maar dan moet je het alsnog zelf uh, Flikken, uh, ja. werken ja. aan je mind en je dingen. En, en je komt hier dus, begrijp dus... ik, sowieso een derde keer, want er komt een nieuw boek. Nu al. Tenminste, je nou, hebt een is brainstorm me, Het over is titels. me zo so far goed, denk ik. Weet je wat ik vind? is dat het is zoiets blijvends. Ja. Het is, het is zoiets wat uh, ja misschien als ik doodga, ja. Er misschien ook nog is. Ja. En dat merk ik. Het is anders. Het is anders dan uh, en je kan er heel veel mensen mee bereiken. Ja. Het bereik is anders. Het is iets nee, Het is heel tastbaar. Het is fysiek. Het, het, het nodigt jezelf ook uit om structuren ja, te zien Ja, je gaat er door studeren. Dat begrijp ik ja. En dus, maar, dus ja. mijn antwoord zou zijn: ja, op dit moment. Het ja. is dus voorlopig grijven genieten. Ja, en precies. dit doen. Nou, ik wil het en, zeggen: en, en dit lekker uitdragen en van genieten. Ja. Maar ik was al wel weer een brainstorm Fantastisch. <laughs> ja. En toch over die dood dan: nou, ben je er bang voor? Steeds minder. Ja, gelukkig. Ik heb daar eigenlijk. Um, ja, ik denk dat als je ziek bent, dat dat iets anders is. Mm -hmm. Ik denk dat je dat verandert. Ja. Uh, dat er dan wel angst, Dat je dan heel erg wel angst krijgt. Maar ik zou niet, ik ben niet zo heel erg bang voor wat er hierna dan is of zo. Wat niet. denk je? Ook, denk, ik denk dat het fantastisch is. Oké. Okay. <laughs> en, en maar kan je uitleggen wat ja, er dan. Ik heb, uh... ik heb het, ja, nou, ik bedoel, uh, ik denk dat iedere gast die hier zit, uh, hier zo hetzelfde over denkt. Denk ik. Is dat. Ja, dat, het, dat ons bewustzijn voortgaat. Ja. Dus dat, uh, dat we dan gewoon uh, naar de vijfde dimensie gaan. En dat we doorgaan op reis. En ik denk dat we dan weer misschien wel weer incarneren in, 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 een, in iets anders. Cosmic life forever. Ja, dat denk ik wel. Dat je iedere keer iets, een taakje krijgt. Ja, ja, ja. Of zo. Dat, dat is wel iets wat ik. En wat is dan, uh, kan je nu al zeggen, wat, wat jouw taak. Is, of eigenlijk is de vraag, hoe wil je herinnerd worden? In, in deze vorm? Ja, in deze vorm. De, nu op aarde? <laughs> ja. In deze fysieke vorm. Um, hoe ik herinnerd ben? Nou, ik hoop vooral dat mensen zeggen dat ik een, uh, een bijdrage heb geleverd aan het, uh, aan, het, de, aan het veranderen van hun toekomst. En dat ze daardoor een, uh, een mooie afslag hebben kunnen maken. Die, die ze anders niet hadden genomen. Nee. En dat ik het. Nee. Ik hoop ik, dat ik het. Dat ik deze stof. waar al echt al veel over is geschreven. dat ik een, nog een bijdrage heb kunnen leveren. En dat ik met iets nieuws ben gekomen. Uh, en de, de echte vertaalslag heb gemaakt. naar iets heel praktisch. Ja. En uh, waardoor je de regie over je leven kan nemen. Dat hoop ik. En nog steeds precies waar we het net over hadden. dankzij dat kaartje. Ergens zijn die wegen er, maar ja, je moet wel zelf de afslag nemen en jij geeft wat richtingaanwijzers. Ja, Hoe kan je, je wat tools geven. Ja. Precies. Ik ja, geef je wat tools. Mooi zeg. Ja. De formule. Het was een eer om als eerste het te mogen lezen en als eerste met je erover te mogen spreken. Ik, uh, ja, nou ja, we gaan nog steeds hele mooie dingen doen. Ja. En uh, Christine, bedankt. Dankjewel, Gil. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, sowieso. Uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Uh, alles wat je kwijt wil, kan je onder uh, YouTube in de reacties achterlaten. En tegenwoordig ook bij Spotify. Een hele leuke reactie komen er binnen. Ik vergeet het soms te kijken. Maar uh, doe het, want ik kijk het uiteindelijk wel. Uh, dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.